Die leidinggevende die zei tegen mij: Ik moest op een dag op kantoor komen en hij zei, Ik weet niet of je het door hebt, maar jij bent een probleem voor mij. Storytelling gaat erover dat je mensen helpt dichter bij de waarheid te komen van wie je op dit moment bent. Als je iets investeert, dat je jezelf in een positie plaatst om dat keer 10, soms keer 100 terug te verdienen. Dat is echt van, van drie of zo ton naar een miljoen geschoten. Hoe snel? Volgens mij in anderhalf jaar of zo. Echt, echt grote sprong. Omdat ik gewoon onverbiddelijk eerlijk werd over wat is echt belangrijk. Oh, en dan valt er echt zoveel van je agenda af. Ik ontsla wel eens klanten. Maakt niet uit wat ze betaald hebben. Zeg ik, hier is je geld terug. Ik heb het niet naar mijn zin. En mensen vinden dat vrij en mensen zeggen soms ook van ja, dat is omdat je natuurlijk veel geld verdient. Nee, ik verdien veel geld omdat ik ook wel eens een klant ontsla. Dus ik vond mezelf super stoer. Mijn vader te zeggen ga ervoor. Maar de midden dat ik echt los kwam, ik dacht ik: ik heb gewoon geen inkomen. Toen sloeg er toch een soort paniek toe. aan met een alleenstaande moeder. Die een miljoenenbedrijf runt in slechts 24 uur per week. Ja. Wat zijn voor jou de meest waardevolle lessen die je hebt geleerd om dit te kunnen realiseren? Mm, wat een goede, wat een lekkere opening. Ja. De belangrijkste les is. <laughs> ja, ik heb beetje props <laughs> Belangrijkste les zit eigenlijk meteen in de eerste zin: uh, alleen zijn de moeder, um, maar met ongelooflijk veel hulp. Ik ben kampioen hulpvrager. Dus met, meteen gaan we die mythe afbreken dat ik alles alleen fix. Want dat is gewoon echt niet zo. De vader van mijn dochter is een fantastische vader. Maar het is zo. Um, en wij zijn co-ouders. Maar het is zo dat ik ben financieel verantwoordelijk voor het huishouden met mijn dochter. En hij is, weet je, voor zijn stukje. Dus de hele mythe van de self-made persoon die niemand nodig had. En die een briljant idee had. En dat ben ik niet. En daar geloof ik ook niet in. Maar het is wel zo dat. Um, om een leven te leiden waar je. en een tof bedrijf runt. dat het goed doet. Uh, voor mij is het ook heel belangrijk. om een aanwezige moeder te zijn die speelt. Mijn eigen moeder, die werkte vroeger heel hard. Dat kennen we denk ik wel. Um, die, mijn ouders zijn ook gescheiden. En mijn moeder was zo'n hardwerkende moeder. die dan. moe was. Uh. Altijd. Maar die alles gaf voor het gezin. Maar dan in het gezin moe was. Nou, voor mij, ik wilde uh, dat anders. Um, dus een van de dingen waarvan ik heel vroeg heb besloten... dat ik daar goed in moet worden, tegen mijn eigen ego in... is ik moet gewoon uh, veel hulp vragen. En dat doe ik ook. Voor en met alles. En als je jezelf toestaat om echt hulp te krijgen... Dat bet maar dat betekent dus dat je de hele tijd zegt... Hardop, ik kan het niet en ik weet het niet. Als je dat durft, dan ga je ook uh, verbaasd zijn over hoeveel handen uitreiken. En zeg oké, okay, ik help hier wel mee. Oké, okay, ik regel dit wel. Dus alleen op die manier kan het. Als ik in mijn verhaaltje zou zitten van de, ik moet aan de wereld bewijzen dat ik het allemaal alleen kan. Onafhankelijk. Dus in het echt ben ik hyper onafhankelijk, financieel sowieso. Maar misschien ook wel in mijn mind. Um, en in de praktijk vraag ik altijd hulp. Ik geef het ook, maar ik vraag het ook. En alleen omdat ik dat belangrijk heb gemaakt, uh, kan ik en de moeder zijn die ik wil zijn, en de ondernemer zijn die ik wil zijn. En heb ik ook nog een leven voor mezelf daarnaast. Sterk. Boost je gezondheid met View Your Bodies. Heerlijke kant-en-klare maaltijden. Bestel vandaag met de code lotgenoten 10 voor 10% korting. Ga naar viewyourbody.nl/slash lotgenoten. Hey, ik ben wel benieuwd. Ik was laatst een podcast aan het luisteren en daar, dat ging over investments in bedrijven en dat soort dingen. En daar sprak een van de hele vroege investeerders in, in Twitter en Instagram en die dan ook actief daarin ondernam. Mm -hmm. Dus iemand met veel ervaring. En die sprak met een andere gast die een investering van hem bouwde. En daar hadden ze het over verschillende dingen. Maar ook over het krijgen van kinderen. En dat heel veel ondernemers dan zeggen, ja, het krijgen van kinderen dat is geen blokkade, dat moet je gewoon laten werken. En zij concludeerden toen samen van ja, dat heb ik ook altijd geroepen. Maar je bent gewoon wel een minder goede ondernemer als je kinderen hebt. Want het is gewoon een fucking belangrijk onderdeel van je leven. Ja, en je kunt gewoon minder uren maken. Je, je de aandacht is verdeeld. Hoe kijk jij daar zelf naar? Ja. Ik werd pas miljonair nadat ik een kind kreeg en uh, alleenstaand werd. Dus ik ben het er niet mee eens okay. dat je een minder ik ik goede ondernemer. Me Wat zeg je? Ja. Het <laughs> uitmaken van me <laughs> een kun. En een <laughs> kind oh, al En een kind turen. al turen. Ja, ja, ik agent. heb een kitten. Dat is al een hoop werk. Hoofdpijn. <laughs> ja. Ik snap die gedachte wel, omdat die gedachte is uh, een angst, denk ik. Die veel mensen hebben. En ik weet ook dat ik. Ik wist altijd, ik wil graag kinderen. Maar ik had ook altijd veel ambitie. En ik heb een periode in mijn leven gewild, gewenst dat ik geen kinderen wilde. Mm -hmm. Want ik dacht, als ik dat niet dat verlangen had, dan zou ik gewoon al mijn focus op het bedrijf. En dit en dat. En misschien wordt het een soort internationaal heel verhaal. Um, toen kwam mijn dochter. Uh, daarna ging ik uit elkaar met de vader van mijn dochter. Wij zijn hele goede, vind ik, co-ouders. En veel betere ouders nu uit elkaar, misschien komen we daar nog op, dan als we samen waren gebleven. Op welke leeftijd? Was dat of geleid daarna? Nou... Was vrij vlak daarna. Hmm. Helemaal precies. Niet wat ik had verwacht en ook een beetje stiekem mijn ergste nachtmerrie. Het was altijd mijn ergste nachtmerrie om een alleenstaande moeder te zijn. Dat was mijn grote nachtmerrie. Ook waarschijnlijk omdat je zelf gezien hebt. Ja, omdat ik merkte gewoon mijn ouders waren gescheiden. Ik had al te goede band gehad met mijn vader, maar ik zag mijn moeder moet echt hard werken. Hard mm. werken en ik dacht dat, dat ik ik moet het beter doen dan dat. Dus toen dat bij mij ook gebeurde een paar jaar terug, toen dacht ik oh my god, ik heb echt gefaald op het meest essentiële stuk van het leven. En ik had ook die angst gehad, want ik dacht, ja, het is natuurlijk moeilijker om een goede ondernemer te zijn als je een kind hebt. En wat ik heb geleerd de afgelopen jaren is dat het voor mij, ik kan niet voor iedereen zeggen, precies het tegenovergestelde is. Omdat wat er gebeurde bij mij was, die business die daarvoor vooral op bewijsdrang, had gedraaid. Ik wil de wereld laten zien. Oh, ja, dat heb ik ook. Ineens kwam er echt iets super wezenlijks. Ja. Mijn dochter. En van. Bewijsdrang, ik wil laten zien dat ik het kan. Ik wil laten zien dat een zwarte vrouw het kan. Al die verhalen, daar gaan we het vast nog over hebben. Daar kwam iets veel nog echters voor in de plaats van: Dit is mijn kind. Wat wil ik voorleven? Completely Totaal ander ding. En ook: Dit is mijn kind. En de tijd die ik met mijn kind besteed. Uh, is uh, net zo belangrijk, maar eigenlijk belangrijker als de tijd die ik aan mijn bedrijf besteed. Dus wanneer ik weg ben bij mijn kind, dan moet het dan moet het echt goed in elkaar zitten. Mm. Ik ben niet meer beschikbaar voor geneuzel. Nee, nou, heel kritisch naar je toe. Ja, ja, maar ook bandbreedte technisch. Dus ik kijk in mijn agenda, maar ook bandbreedte technisch. Ik heb geen tijd om te roddelen. <laughs> Ik heb geen tijd om andere mensen af te kraken. Dat is sowieso niet echt mijn stijl. Want de tijd die ik niet met mijn kind spendeer, die moet productief zijn of ontspannend. En die lens heeft alles beter gemaakt. Ik draaide toen ik uh, zwanger was, draaide ik uh, zo'n zo drie ton of zo per jaar in mijn bedrijf. Toen ik mijn kind kreeg, uh, ook met de juiste hulp en de juiste coaching. Dat is echt van, van drie of zo ton of naar, toen naar, naar een miljoen geschoten. Door de focus die het oplevert. Hoe snel? Volgens mij in anderhalf jaar of zo. Echt, echt grote sprong. Echt zo'n zo kwantumsprong. Zo. Ja, ja. Omdat ik gewoon onverbiddelijk eerlijk werd over wat is echt belangrijk. Oh, en dan valt er echt zoveel van je agenda af. Ja. En mm. dit is iets wat doorgaat, hè? Het is een kunst die je moet blijven verfijnen. En op dat moment, hè? Want je gaat dan wel van drie ton naar één miljoen. Ja. mensen zeggen ook altijd: als je meer gaat verdienen, moet je zelf ook veranderen. Ja, jongen. We ook een kind. Wat was voor jou een uitdaging in die periode? Wat dacht je van? Ze rijden, uh, zit zichzelf in de weg met. Oh my god, lange lijst. <laughs> met waar ik mezelf... mijn hele kijk. Kijk, sowieso, als je zo'n grote sprong maakt. Als je keer drie en anderhalf jaar, dus er zat nog een leveltje tussen. Volgens mij zat er nog een 560.000 of zo level tussen. Dus als je iets wat in een bedrijf van drie ton goed werkt, werkt in een bedrijf van een miljoen niet. Is, gaat, dus alles gaat kapot. Dat ja. is één ding. Um, de manier waarop ik kijk naar dingen moet ook allemaal anders. Dus bijvoorbeeld, en dit is denk ik wel herkenbaar. Um, dingen die je zelf leuk vindt om te doen in je bedrijf en die je gewoon even doet, ja, ja, dat ga je niet uitbesteden, want het kost veel meer tijd om het uit te besteden dan dat je, dus bijvoorbeeld e-mail. Ik zit nooit in mijn eigen e-mail. Mijn e-mail wordt aan me voorgelezen door mijn assistenten terwijl ik wandel op straat, want dan heb ik en beweging. Dat ontstond in de tijd dat ik met mijn dochter in de kinderwagen liep. Mm -hmm. Dan las mijn assistent mijn e-mails voor en ze moest het op zo'n manier uh, ik noemen dat in mijn bedrijf beslissingsklaarmaken. Ik hoef alleen ja of nee te zeggen. Dus als je niet alle informatie hebt. Dus stel je voor, ik word uitgenodigd voor de lotgenotenpodcast. Nee. Uh, <laughs> dan, 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 mijn assistent die vertelt daarna mij: het is de lotgenotenpodcast. Op die en die dag uh, uh, gaan we opnemen. Dit en dit zijn de onderwerpen. Dit is hoe het er helemaal in elkaar zit. En dan kan ik zeggen: want ik ben een snelle beslisser, ja of nee. Dus ik wil niet horen: hey. Het is de lotgenotenpodcast. Lijkt het je leuk? Ja, nou moet jij even vragen hoe, wanneer? Heen en weer. Dat, dat mag bij mij niet nee. in een bedrijf. Dus mm. voor mij, dingetjes waarvan ik eerst dacht, Ah, dat doe ik zelf wel even. Ik wil niet lastig zijn. Daar moest ik gewoon lastig in worden. En voor het vrouwenego, ik weet niet hoe het met mannen zit. Wij vrouwen willen altijd alleen maar aardig gevonden worden. Ik sergeer. Mm -hmm. um, toen ik die grote groeisprong maakte en de prioriteit was mijn kind, was dat is een van de eerste dingen waar ik afscheid van moest nemen. Niet dat ik aardig ben, want ik ben aardig, maar de drang om aardig gevonden te worden, dat is het eerste wat zeg maar met het badwater door het uh, putje heen ging. Ja, omdat dat in de twijfel of je iets moest doen vaak een grote rol speelt van wat gaat men daarvan denken? Gaan ja. ze dat fijn? Ja. of niet fijn vinden. Ja, ik moet uh, lief en vriendelijk en aardig overkomen, maar de realiteit is ik ik ben al lief en vriendelijk, dus. Al die, al die geforceerde angst. van ja. Ik wil ook niet te moeilijk. Ja, ik wil. Dat, dat is allemaal ruis. Mm -hmm. En bijvoorbeeld in het voorbeeld als van mijn e-mail. Ik heb allerlei van dat soort dingen in mijn bedrijf. Uh, ik heb een fucking. Oh, mag je dat zeggen, ja? je ja. zeggen je aan, je aan je? mag alles zeggen wat je wil. Een fucking hele handleiding. Er is een handleiding. Dit Goed. wil ik wel, dit wil ik niet. Ja. Dit moet op die manier, dit moet op zo'n manier. Het is ook zo iedereen die bij Gezellig ons komt. op een date ook. Ja. Hier is ja. mijn handleiding. Hier is mijn handleiding. Lees Boe. die shit. Ah, ja wel, je weet niet. Maar je hebt Zo ook een handleiding. Vrouw. Mijn handleiding zou dom dik zijn. Dat is niet normaal. Nee, maar, maar... En ik vraag ook aan al mijn teamleden. Er werken ook... Uh, in mijn team zitten bijna ook alleen maar werkende moeders. Ja. Het eerste wat er gebeurt als je bij ons wordt aangenomen is... Uh, wat is je handleiding? Mm -hmm. En die vraag alleen al is shocking. Want de meeste... Ondernemers en veel vrouwelijke ondernemers, ook, die staan zichzelf niet eens toe om een handleiding te hebben. Oh, je moet altijd beschikbaar zijn, je moet altijd dit. Oh, wat is je handleiding? Want dat gaat over hoe functioneer je het best. Ja. Op welke onderdelen zie je welke, welke pilaren zie je terug in zo'n handleiding? Dat kan ja. een stukje communicatie zijn. Ja. Zijn ja. Nog het is dingen? communicatie. Het is genius. Zo, ik ben bijvoorbeeld ochtends heel productief. Mm. Dus jullie mogen mij ochtends niet lastigvallen. Uh, ik ben ook een hele directe communicator. <laughs> Jaro denkt: wie is deze bitch? Nee, dit is mijn grote schrijven. In de ochtend ben ik super presentatief. <laughs> Niemand mag mij lastigvallen. Dus die meeste man probeert te bellen. Bijna een soort van uh, squat naar zijn deur sturen. om een keer een uh, reactie te krijgen. Uh, nee, maar als je het weet, weet je het toch? Ja, maar eten, ik heb ook van alleen Jaro. Ik kan mij bellen in de ochtend. Ja. Voor de rest maar, neem ik überhaupt niemand op. Maar ik heb het... ook een handleiding. Ik wil altijd dat het gaat zoals ik wil dat het gaat. Oh ja. Ja, nee, dat kan niet in de handleiding. Oh, nee. Dat zijn de kleine lettertjes. Dat, zijn, oh, dat, dat is soort, Nee, dat is de bijlage. Oh, nee, maar de handleiding gaat erover. Wat heb je nodig om optimaal te kunnen presteren in de tijd die daarvoor uh, beschikbaar is? En ja. dit klinkt heel saai en zakelijk. En misschien is er dat ook. Maar het is ook vrijheid. Mm. Het is ook discipline. Het is ook helderheid. Heel veel... Tijd gaat verloren in gebrek aan helderheid. En ik ben van nature helemaal niet een heel gestructureerd persoon. Dus voor mij is dit ook. Dit is een ongoing onderzoek. Ja. Als ja. jij kijkt dan naar optimaal presteren, mm -hmm. wat betekent dat op dit moment voor jou? Dat 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 wat we doen snel en goed moet, maar en ook met heel veel plezier. Mm. Het is echt zo belangrijk. Ja. Om uh, Ik ontsla wel eens klanten. Als ik het niet leuk vind. Ja, Maakt niet is, uit wat ze betaald hebben. Zeg, gezonde... Hier is je geld terug. Ik heb het niet naar mijn zin. En mensen vinden dat vrij radicaal. En mensen zeggen soms ook van... Ja, dat is omdat je natuurlijk veel geld verdient. Oh. Nee, ik, nee, ik verdien veel geld... omdat ik ook wel eens klanten ontsla. Eens. Het is je iets anders. Is iets anders. Dit, is wel de, ja. dit heb ik ook gemerkt bij een bedrijf... Uh, waar ik veel mee te maken had. Daar was de grootste klant die echt voor, nou, ik weet niet, misschien wel 30% of meer... van de jaaromzot verantwoordelijk was. Dat was gewoon een hork. Vreselijk. Maar die schoffeerde ook personeel. Personeel kwam ja. huilend terug ja. van meetings met ja. die gast. Toen dacht ik ook weer ja, maar als eigenaar van het bedrijf... ondermijn je toch ook heel erg je eigen personeel? Van, blijkbaar respecteer je mij niet genoeg. Dus laat je mij gewoon... Iemand kan blijkbaar hier gewoon betalen en mij aan het huilen maken. Ja. En ja. dat vind jij dan ja. oké, okay, want ja. die persoon betaalt. Wat denk je wat er gebeurt als de... Want dat is gebrek aan leiderschap van een directeur. Ja. Wat, denk je dat dat over, wat denk je dat dat over tien jaar doet? Dit? Dat ondermijnt volledig de organisatie. Dat bedoel ik. Dus op de korte termijn denk je: oh ja, dit, deze persoon brengt, weet ik veel, 40% van de omzet binnen. Op ja. de korte termijn denk je: die kunnen niet kwijt. Maar als je daar een visie over ontwikkelt, je bent gewoon je bedrijf aan het uithollen. En kijk, we hebben het nu over dingen als handleiding. En het klinkt heel, het klinkt soort, heel soort militair. Dat, maar maar hm. als je het benadert vanuit de visie dat je de komende tien jaar. Iets vets gaat neerzetten, dan maakt het soms meer sens om tegen een klant of een, een leverancier, die het fucking hoofdpijndossier is van een business, te zeggen: Hé, hey, we merken dat dit is hoe jij zaken doet. Pas niet bij onze kernwaarden, laten we de wegen scheiden. Je zult merken, maar daar moet je ook wat vertrouwen voor hebben: er komt niet meteen, maar bijna meteen iets of iemand of een partij voor terug. Dat wel, Met ja. wie het makkelijk gaat. Ja, dat is het zweverige stukje van ondernemen. Wat totally. ik toch keer op keer wel. Ook wel merk ja. inderdaad. Dat, alleen het is wel vervelend. Want dat soort dingen. Je moet dat wel op een slimme manier doen. Want kijk resultaten. Dat is gewoon wel de realiteit. Kijk, Het kan ook zijn je ontslaat hem. Je vindt er niet een nieuw voor Je moet 40% van de mensen ontslaan. Je gaat failliet. Dat kan. Dat is de grootste angst. Dat ja, is extreem voorbeeld. Ja. Maar dat... dat ja. Ja. Het kan. Het is niet dat dat niet zou kunnen gebeuren. Nee. Maar stel je voor dat je misschien... Ik snap wat je zegt, want het is een risico. Want daar gaat het over. Mm -hmm. Maar dat weet je ook. Ondernemerschap is risico's nemen. Eens. Maar wel overwogen. Mm -hmm. Dus in dit voorbeeld wat je noemt, stel je voor dat het echt een klant is. En het is een heel moeilijk um, te vervangen klant. Dat kan. Wat denk je dat het al... Vanuit die directeur. Ik denk even vanuit directeur. Stel dat directeur de directeur um, het team bij elkaar haalt en zegt... Nummer 1, ik erken dat deze klant je levende nachtmerrie is. Ik weet dat hij uh, zoveel, zoveel geld binnenbrengt. Um, maar ik, ik, wil, ik zie wat er gebeurt met jullie en ik pik het niet. Maar het is zo: dit is ook leiderschap: dat je gewoon opengooit. Ik weet nog niet hoe we deze persoon moeten vervangen. Ja. Ik wil dat je weet dat wanneer deze persoon je schoffeert. Ik huur een, een bedrijfspsycholoog in... en dan ga je gewoon zitten en praten of whatever. Alleen al dat... en ik begeef onszelf een jaar om deze persoon te vervangen... en als je er ideeën over hebt, loop mijn kantoor binnen. Nu heb je die klant ook al ontslagen, mentaal. En nu is het alleen nog maar een kwestie van tijd. Ja. En de druk die er nu van je team af is... en de erkenning dat ze zien van... yo, wij worden hier geslacht. Um, dat alleen al... misschien is dat wel het wonder. Ja. En dus het heeft te maken met visie daarover. Maar als je in de mindset zit van... dat je het soort de slaaf bent van je klanten... of de slaaf bent van het geld. Mm -hmm. Als je vindt dat je geen handleiding mag hebben... of geen kernwaarde. Dan kom je nooit tot zo'n soort gesprek. Het zou zelfs nog een enorme kracht kunnen zijn... binnen het bedrijf. Want nu hebben we een vijand. Dat is dan deze kutklant. <laughs> maar misschien ontstaat er wel een enorm soort... soort broederschap. Ik, mm -hmm. Toch? Werk ja. ermee of ja. zo. Het is wel inderdaad wat je zegt. Dan heb je een soort van gezamenlijke vijand. Ja, soms werkt dat heel goed. Dan gaan de geruchten door de wandelgangen. En dan uiteindelijk zegt iemand: Hé, hey, maar wij houden ook niet van zulke mensen. Oh, ik, mag, ik mag zo, laten we een keertje op gesprek gaan. Ja. En daar komt dan ja. weer zo'n sales woord. Jo, ja. sluit ze aan bij ons. We kunnen helemaal ja. niet. kunnen we eruit er ja. gooien. Maar kijk, het is zo. <laughs> wij hebben ook bepaalde kernwaarden. Ja. Uh, ja. Wij ja. vinden ja. het belangrijk om authentiek te zijn. Ja. Als we dan iets zien wat echt niet authentiek is, ja, <laughs> dan gebeurt dat. <laughs> uh, maar dan zeggen wij ook oh, dat hoeven wij niet. Precies. En dat heb ik ook eerder tegen jou gezegd. Uh, jij komt ook een beetje van mainstream media af. Dat kunnen we het zometeen ook nog over hebben? Ja. Wij zijn nog niet in dat hoekje gedo gedoken. Met reden dat dat soms heel erg, heel erg gespeeld, heel erg, heel kan overkomen. Mm -hmm. Oude van een podcast. Mm -hmm. uh, niet geknipt, alles achter elkaar. Je ja, krijgt de ruwe het. beelden. Ja, ik snap het. Ja. En dat is toch wel iets dan wat over bepaalde mensen aantrekt. Allemaal mensen ja. die je kan afstoten. Ja. En dan is het spel, maar misschien komen we daar straks op. En dit is wat ik bedoel met ondernemen moet ook plezierig zijn. Ja. De leuke en interessante vraag zou zijn, hoe ziet een versie eruit van een samenwerking met Hilversum, waar je je authenticiteit bewaart? Dat zou nog iets interessants kunnen zijn. Ik weet het antwoord Zeker. niet meteen. Nee. Maar da dat is het spel. Dat probeer ik ook aan mijn team daarin uit te dagen. Dus iets wat een probleem is, uh, of wat een nee is, hoe, hoe kan dat, how can we have some fun with that? Mm -hmm. Stel je nou toch voor, stel, nu ga ik even hardop fancieren, dit vind ik dus echt leuk. Stel je nou dus voor dat jullie zeggen, oké, okay, wat we ook doen, we laten nooit onze kernwaarde van authenticiteit kwijt, die laten we nooit los, maar we gaan wel flirten met Hilversum. Mm -hmm. En stel nou dat je te gast bent bij een talkshow. En als je te gast bent bij een live talkshow... dan wordt het gesprek... en dat is een, vind ik een van de minder leuke dingen aan een talkshow... als actualiteit wordt het gesprek eerst gerepeteerd met je. Ja? ja. Nee. ja. In de vorm van... Maar niet, niet... Er wordt een voorgesprek gedaan... en er wordt alles uitgevraagd... en dan wordt er heel erg gedirigeerd van... nou, we gaan waarschijnlijk dit vragen. We gaan waarschijnlijk dit vragen. Dat is, ja. heeft ook, is ook praktisch... omdat je hebt maar heel korte tijd in een talkshow. Moet je voor, ja. je ja. moet voorbereid komen opdagen. Ja, ja, maar stel je nou toch voor... Gewoon voor de fun of it. Ik heb er gewoon even plezier mee. Don't try this at home. En niet boos worden. Want het is allemaal niet mijn slechte bedoeling. Maar stel je nou toch voor dat jullie daar zitten. En ineens... Uh, ineens wordt er zo'n beetje zo gefeinst van... Uh, nou, uh, Jaro en Koen. En dat jullie gewoon zouden zeggen... Misschien word je daar nou nooit meer uit maar van... Maar dat, sorry, dat hebben we toch net helemaal besproken? Of net toen voordat de camera aanging, zei je nog dit. En nu zeg je dit. Waarom moet het zo gaan in Hilversum? Nee, gewoon eeuwig. <laughs> Is toch boeiend? Word je niet meer ja, uitgenodigd, ja, ja. waarschijnlijk? Nee, maar klopt. je kan er ook mee spelen, ja. snap je? Waarschijnlijk ben jij een pechvogel en heb je voor deze video een advertentie gezien op YouTube. Allemaal vermoeiende advertenties waar je niks mee doet. Mm. En dat kun je voorkomen met YouTube Premium. Maar YouTube Premium is deze dagen belachelijk duur. Oh. Want, Koen, hoeveel betaal jij nu per maand ik voor YouTube? Ik betaal gewoon, potverdikke me, 12 euro per maand. Potverdikke me. Nou, jonge, zoiets kom jonge. ik ook al tegen. Maar door de sponsor van deze aflevering, NoordVPN, hoeft dat niet meer. Oh. Want NordVPN daar kun je mee je IP-locaties veranderen naar bijvoorbeeld Turkije. Mm -mm. Wat kun je dan doen? Daar zet je hem heen, daar open je YouTube. Daar sluit je een YouTube premium account af en dan ben je ineens maar 2, 3 of 4 euro per maand kwijt in plaats van 12 euro. Ik heb zelf in Turkije het afgesloten, daar ben ik 1,50 euro per maand kwijt. Dus wat ik in een jaar kwijt ben, betaalt Koen ongeveer per maand. Nou, daarnaast kan je nog veel meer dingen met NordVPN, zoals het kijken van films. Mm. Uh, zit je bijvoorbeeld lekker in Dubai, Bali of Thailand en wil je Videoland kijken? Of misschien Glory, whatever. Zet je IP locatie gewoon lekker naar Nederland en je kunt kijken wat je wil op Videoland. Of zit je op Netflix te kijken en denk je, hey, er zijn betere films in Canada of in Japan, dan verander je je IP locatie naar die landen en kijk je lekker alle films daar. Maar je kunt meer. Je kunt verschillende goedkope abonnementen fixen. Uh, alle tips daarvoor vind je onder in de beschrijving. Maar ook vliegtickets kan je soms goedkoper krijgen als je vanuit een bepaald land boekt. En dit werd me door de mensen van NordVPN ook op het hart gedrukt. Het zorgt ook voor veilig surfen op het internet. Dus als jij een koffietentje op het internet wil, je wil daar gebruik van maken, gebruik dan NordVPN om je IP te verbergen, zodat het niet mm. teruggeleid kan worden naar jouw computer. Zit je dan aan je crypto te werken, je Shopify store of je zakelijke mails, dan loop je niet gevaar dat iemand je data kaapt, meekijkt en dat je straks problemen hebt met je bedrijf. <hijf> dus wat moeten de mensen doen? Mm. Voor minder dan een kop koffie per maand. Kunnen ze NordVPN afsluiten? En als je alleen al YouTube Premium afsluit met de hack die ik je net verteld heb, dan heb je dat er al uit. Dus klik op de link in de beschrijving. Sluit het af voor minder dan een kop koffie per maand. 30 dagen niet goed geld teruggarantie. Wees geen die van je eigen portemonnee. En neem die deal lekker mee. Ja, alleen, ja dus daar En daar zal ik dan zelf weer mee hebben dat ik denk. Ja, waarom zou ik die mensen een moeilijk leven geven? Weet je wel, van. Ik hoef niks van hun, zij hoef ook niks van ons. Hier is mijn dan... handleiding. Ja, Als ja. ik te gast kom in de show, dat is mijn ja. handleiding. Ja, ja. ja. ja maar het, nou, het ligt daar aan. Kijk, ik ben wel echt het product in die zin van mijn vader. Ik ben echt de dochter van mijn vader. Mijn vader is tien jaar over, uh, geleden bijna overleden. Maar mijn vader was echt een bepaald soort denker. Mm -hmm. Die was uh, die is samen met mijn moeder in de jaren zeventig naar Nederland gekomen uit Suriname. En mijn vader die wilde natuur, en schij en wiskunde studeren in Groningen. En iedereen in Suriname en ook heel veel mensen in Nederland zeiden, sorry, dat zien we jou niet doen. Hmm. Maar dat is hij gaan doen. Mijn moeder is soort meegenomen zo van <laughs> de Hollandse droom. Dit wordt van. <laughs> en, uh, en uiteindelijk uh, die studies allemaal gedaan en afgerond ook. Nee. En mijn vader was echt iemand die ons stimuleerde om, uh, om plezier te maken met dingen die niet bang zijn. Niet bang zijn, hmm. gewoon deur hmm. intrappen. Ja. En niet bang zijn. En zijn, zijn guiding question, dus de vraag die hij altijd stelde was, maar wat wil je beleven? Niet, wat denk je dat er mogelijk is? Wat wil je beleven? En dan zeiden wij dingen. Beter voorbeeld nog. En, en dan ging je met ons. Dus mijn vader, uh, mijn oude vader gescheiden. En elke zaterdag kon mijn vader ons ophalen in een lelijke geduikte buggy. Nee, <laughs> en we rijden nee. van Horen, waar wij woonden na Amsterdam en bij Sloterdijk, dat is vlak voordat je Amsterdam inrijdt, industrieterrein, rijdt hij in terrein op, auto stil, en hij zegt tegen mij en mijn broertje en wij zijn dan tien en zeven, hij zegt oké, okay, kies een gebouw, dat was mijn vaders spel, <laughs> ja. oké okay, papa dat uh, dat grijze gebouw, dat hoog gebouw is oké, okay. is jouw gebouw, wat ben je daar aan het doen? Um, ik hield van turnen. We maken een turntijdschrift. Oké, okay, vet. Wie staat op de volkant? Ja, die ene toffe turn. Oké. Okay. Verkopen jullie ook turnpakken? Ja, ja, verkoop ik turnpakken. Met die glitters. Vroeg had je yeah, turnpakken yeah, met ik heb je glitters. Ja. Ik zat op turnen vroeger. Graf. Ik had hem in het blauw. Ja? Zat je op turnen? <laughs> ja, bro. Hé, hey, wat is dit? <laughs> met allemaal mattie's gaf. Weet... We waren gewoon vier, man. Ze zijn er afgekikt. Ja, je... <laughs> waren te vervelend. <laughs> oh, je deed met matjes? Ja, ja, ja. Op turnen. Het is een ding. Ja, graf, wat zijn jongens dingen. Ik maar gewoon van. Prima, ja, maar ik had jou dat niet <laughs> verwacht. Hij is zo lang. Wel, ik was van de free-runnen en zo. Toch? <laughs> ja. dus ik ging altijd springen, saltos maken, zo. Dus ik vond het vet. En toen zei mijn ouders van, ja, ja maar, of mattie van mij zat erop of zo. En toen zei hij van, zeiden van, ja, ga daar ook heen. Ah. Beetje saltos maken. Ik heb nog shows gedaan en zo, man, in een blauw pakje. Kijk, je, blauwe, Ze waren altijd blauw die pakken inderdaad. Ja, voor jongens waren ze blauw, meisjes roze. Nou, ja. ik, ja, meisjes ook wel vaak blauw. het lag ook wel aan of je goed was. Volgens ja. Was mijn kleur bepaald ook hoe gruwelijk je was. <laughs> wat een mooie, wat een mooie side ik weet niet, man. Middelbaar, of we uh, basisschool nog. Ja. En ik denk uh, tien of zo, elf. Op een gegeven moment waren we zwaar en zijn we eraf gekikt allemaal. <laughs> <Okay>. Alle vier leuk, <laughs> dit. Dus, dus mijn vader, hè, maak je ook Turpaki aan met gids. En mijn vader die leerde ons gewoon om hard op te dromen. En hij mm -hmm. zei nooit, nou, hoe ga je dat voor elkaar krijgen? Of, ja. Het ging gewoon over. Dromen. Droom. Ik dacht dat iedereen zo was opgegroeid. Later kwam ik erachter. Nee, nee, bijna ja. niemand. Dus. In de opvoeding die onze vader ons gaf. Je hoefde aan nooit te verdedigen dat je iets wilde. Nou, als jij een eigen gebouw wil. leg maar eens uit waarom ja. jij een eigen gebouw wil. Nee, verdient. dat is alleen voor mensen die. Ja. Uh, ja. Nooit dat. Het ging altijd over wat je ging doen ergens. Het ging nooit over of je welkom was of niet. Of dat mensen erop zaten. Ach, dat soort gelul, daar ja. gingen niet over. Dus. Mijn vader was, en dat vond ik heel tof aan zijn uh, parenting style, dat ging over, uh, maar wat, wat lijkt je leuk? Mm -hmm. Wat lijkt je leuk? En voor mij nu in Video Business School, dat is mijn jaaropleiding, en ik heb ook een mastermind, die heet Expand. Waar ik ondernemers mee help, is hoe ik zelf ook leef. En ik heb dat geleerd van, van wat lijkt je leuk? En hoe gaan we dat dan vervolgens in elkaar zetten? Op een leuke manier. Dus als jij net zegt, want zo kom ik erop. Als het jou niet leuk lijkt om in de media een spoor achter te laten. van ofwel inspiratie of vernieling, kijk maar even. <laughs> <laughs> Dan moet je niet doen. Maar als ja. er maar 1% in je vezels zit. die denkt: ik ben gewoon nieuwsgierig. wat wij daar kunnen brengen. Mm -hmm. gaat uitzoeken. Nee. Als het je niks lijkt. Links laten liggen. Maar sowieso nu al nooit meer uitgenodigd worden. Die kijken <laughs> dit, denk ik. Te veel risico. Ja. Er komt of inspiratie of vernietiging. Ja, ja. nou ja, ja als we het maar kijk, zijn we zo blij met. <laughs> Dat is waar. Ja, die, ik ben wel. Ja, die 1%. Ja. Kijk, heel leuk. Uh, ik weet niet hoe jij erin staat. Maar ik ben altijd nieuwsgierig. Ja, jij hebt okay. alles 1% en, boeiend genoeg. We zijn ook wel eens gebeld door... Uh, FD. Het FD, oké. Okay. En dat was niet met de juiste intentie. Ja. Maar ik ja. was geïnteresseerd. Mm -hmm. Uiteindelijk hebben we het afgekapt. Mm -hmm. Omdat het. Uh, ja, we, werden, we gingen sowieso niet goed neergezet worden. Okay. Dat wisten we al van tevoren. We wisten de context. Uh, maar ja, in mei zei wel gewoon iets van ja. Ik ben wel die 1% nieuwsgierig. Uiteindelijk ja. hebben we het niet gedaan. Omdat rationeel gezien het niet strategisch slim was. Oké. Okay. Dat kan natuurlijk wel ja. gewoon zo zijn. Tuurlijk. Het is niet zo dat al je kijkt. Jij bent dan, dat heb ik ook, bovenmatig nieuwsgierig. Ja. De meeste mensen zijn dat trouwens helemaal niet. De meeste mensen denken gewoon bij heel veel dingen. Ja, het is een kracht om bovenmatig nieuwsgierig te ja. zijn. Ik denk dat het interessant is. Kijk, om, ja, ben je heel nieuwsgierig of ben je niet zo nieuwsgierig? Je kijkt daar even naar. Um, en dan gaat het gewoon over. Stel je voor, nu ga ik mezelf even schaamteloos promoten. Mag dat? Dat mag altijd. Ja. Stel je voor, um, want ik, help onder, ik heb natuurlijk jaren gewerkt in de media. Als ja. tv-presentator, maar als schrijvend journalist ook. Ja. Ik heb radioshows gedaan. Dus ik weet hoe een redactie werkt. Ja en ook ik, echt bij grote programma's. Phoenix, ja, buiten slik, ja, slik, slikken BNE. Het ja. ja. was ja. niet dat je soort van een eigen radioshowtje hebt. Uh, nee. Nee, 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 nee. Ik zat echt in de grote mensen mede. Ja, bij radio Tilburg of zo. Ergens. Is een hokje, een beetje aan <laughs> ja. de ja. nee. uh, ja. waar met niks, waar niks mis mee. Daar is niks, niks nee. mis mee. En ook ik schreef bijvoorbeeld. Even voor Nieuwe Revue vroeger. Uh, weet ja. je wel? Da dus, dus echt uh, voor NEC Next en zo. Dus ik weet... Um, ...het is een spel. Dat probeer ik maar te zeggen. Het is een spel. Maar als je de spelregels niet kent... ...is het een minder prettig spel. Ja. <laughs> maar als je de spelregels wel kent... Ja. ...dan kan je toch veel lol maken. 50% van als ik nu in de media kom... ...want ik kom nog steeds... ...is ook niet met echt goede intentie... ...naar mij toe. Maar ik weet dat... En ik speel daarmee. Mm. Dus concreet voorbeeld. Dus als ik zie er op een bepaalde manier uit Daar mm. dan kan je van alles van vinden. Dit is mijn zakelijke outfit. Mm -hmm. Sommige mensen vinden dat niet zo zakelijk. Ik zal dus er denk ik ook een halen. Een Volgende week zet ja. ik er gewoon <laughs> ook zo bij. Kijk, is inspiratie. Dominique Turner, het toch weer naar boven? Ja. Dat dat pakje, oh, Die pak je pakjes uit. Ja. Ik vlak hier de stoel in, gaat <laughs> Kan gewoon. Ik, soms als ik over business word geïnterviewd, gaat het veel over, en ik snap dat ook, want ik heb ook gewerkt als redacteur. Dat gaat dan over uiterlijkheden. Een beetje flamboyant uiterlijk. En, ja. en, en het gaat ook altijd over dat single mom en zo. En ik snap dat. Maar ik, omdat ik het spel ken, buig ik het. Dus als iemand bijvoorbeeld zegt van, uh, nou. Uh, ik zeg wat, maar het ziet, ziet er niet echt zo zakelijk uit. Hè? Het is, uh, heb je het gevoel dat je wel gerespecteerd wordt in de media of, of weet een week veel in de business of zo? Ja. Ach, gelul. Hoe ik daarop reageer, maar dat komt ook het spelsnap. Zeg ik grappig dat je het vraagt. Wat misschien een leukere vraag zou zijn is, um, maar 1,7% van de vrouwelijke ondernemers maakt het ooit boven dat 1 miljoen euro grens uh, omzetstuk. Uh, 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 en voor vrouwen van kleur is dat percentage nog lager. Misschien is het een leukere vraag als we daarmee beginnen. In plaats van deze Louis Vuitton oorbellen. Ja. Nu heb ik het naar mijn zin. Snap je? Ja, dat is eigenlijk een soort van locketje Van wel die oorbellen, oorbellen indoen. Dan mensen uitlokken om zo'n vraag te stellen. En dan gooi die switch. Ik heb bedan... het dan. Maar dat bedoel ik met. Het spel. Ja. Dat, dat, als je de regels ik kent, de regels. dan ja. kan je het leren. Dus mochten jullie zin hebben om op die manier iets op te schudden. Uh -huh. dan, en dan komen we weer bij het begin van het gesprek, daar kan je, daar kan je dan hulp in vragen. En als je ja. er geen zin in hebt, moet je het gewoon totaal niet doen. Soms heb ik ook periodes ergens helemaal geen zin in. En dan ik vind ga het ook, ook eng. Dat is het ook wel. Dat ik daardoor denk van ik moet niet de sukkel zijn. We die, die, hebben influencers, om het maar even zo te noemen, uh -huh. gehad die uh, ja online verschenen of op tv verschenen. Uh -huh. Ja, Komt niet veel goeds van Nee. Maar als je niet goed komt. Maar als je, oké, maar als je dit is zo boeiend hè? Neem een influencer in je hoofd mm -hmm. of een Finfluencer die wordt de laatste tijd veel geroost. Die worden wel veel geroost. <laughs>. Ja. Ja. <mitä pamentu? tankt> Neem een Finfluencer in je hoofd die een keer is afgebrand mm -hmm. op tv. Wat is er gebeurd? Eerlijk antwoorden, wat is er gebeurd met zo iemands business? Ik moet zeggen dat ik nooit echt in iemands portemonnee kan ja. kijken, maar ik weet trouwens wel een goed voorbeeld. Ja, die is daarna alleen maar gegroeid. Ja. Mm. De vraag is, mm. wat is het effect? Maar het is op pijnlijke groei. Ha, ja, is, uh... Ik ben ook wel eens, eens afgekat en geroost. En wat voor mij vrijheid was, ja. is. Um... Kijk, de vraag die je moet stellen is: los van dat het onprettig is om op grote schaal onbegrepen te worden of verguizen, <laughs> dat is geen prettige experience. Nee, nee, maar als je daar een keer doorheen gaat, ik ben daar wel een paar keer doorheen gegaan. En je merkt, er gebeurt eigenlijk niets. Niets wezenlijks. Ja. Dan zit er ook superveel vrijheid. Hoeft ja, dat In Je een angst. Die angst die je altijd had, heb je op een gegeven moment gezien en dan is het niet meer. Dat is het springen van de hoogste duikpunt. Ja. De eerste ja. is het heel eng, maar ja. daarna is het leuk. Ja. En, ga, je zal ja. Het ja. en het hm. gaat erom, kijk, het is. Kijk, ik weet niet, als je een scammer bent, ik weet niet hoe dat is. Dat weet ik niet. Ik weet niet, als je een oplichter bent. Ik weet niet hoe dat is, want dat ben ik niet. Maar als je. Stel, want die dingen die CND lees ik ook wel eens over mezelf. Um, sommige mensen vinden dingen van mij of van jullie. Uh, sommige mensen snappen het niet of willen het niet snappen. Uh -huh. Hebben er een mening over. Maar als jij zelf weet, je komt met je ziel en je zaligheid opdagen in wat je doet. En je doet het zo goed mogelijk. Uh -huh. Hoe gives a shit. Als iemand anders dat dan niet vindt zeker ook als je merkt dat als je het hele verhaal daar afschraapt, zoals ik dat noem, dus dat verhaal dat er niet echt iets gebeurt, omdat ja. je niet, ik heb, het, ik heb het, niet over scammers die ont, uh, ontmanteld worden, hè? Nee, 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 maar meer nee. van haat onder ja, dat mensen oneens zijn als ja, ja, je je telefoon uitzet, ja, ja, gebeurt er weinig. Ja. Mensen mm -hmm. zeggen soms oh, nou en, uh, als mensen bij jou de opleiding doen en dan moeten ze een paar duizend euro betalen om een jaar begeleid te worden, uh, scamming. En dan zeg ik ga, ga ja. Ga, Ga praten met die vrouwelijke ondernemers... wiens leven veranderd is ja, ja. door die opleiding. Tuurlijk. Hebben ze zelf gedaan. Ik heb daaraan mogen bijdragen. Maar ga praten met mensen... die veel meer tijd nu hebben met hun kind. Ga praten met mensen die hun huis hebben kunnen kopen. Ga praten daarmee. I don't give a shit dat jij het niet begrijpt. Ik ben hier ook helemaal niet om begrepen te worden. Ik ben hier gewoon om een mooie werk te doen. Om het leuk te hebben daarmee. Om mezelf niet over de kop te werken... En om hopelijk een voorbeeld te zijn van hoe het ook kan. Mm -hmm. En omdat ik daar heel sterk in geworteld ben, maar daar moest ik wel eerst een paar keer voor geroost worden. Yeah. Um, is er ook meer vrijheid. Begint je bedrijf lekker omzet te draaien, maar zie je daar toch nog weinig van terug in je portemonnee, dan is dat een bekend verhaal. We hebben inmiddels tientallen, misschien wel honderden ondernemers gesproken in de podcast en daarbuiten die ooit met hetzelfde probleem liepen. Je bedrijf begint te groeien, je eerste omzet vliegt binnen, maar het lijkt alsof er aan het eind van de maand niks overblijft. Nou, daarom is het belangrijk om inzicht te hebben in de financiële situatie van je bedrijf. Winst en verlies is vaak nog wel makkelijk te doen, maar het vinden en ontdekken van je cashflow, dat is vaak verwarrend. En daarom hebben we samen met Kelt een gratis cashflow sheet gemaakt die jij kunt downloaden in de beschrijving. Zo weet je hoe je jouw cashflow is en loop je geen onnodig risico. En kom je er dan toch achter dat je een cashprobleem hebt of gewoon meer cash nodig hebt om te investeren in je bedrijf? Dan is Keld de partner die je zoekt voor bedrijfsleningen. Doe een aanvraag binnen een minuut, krijg binnen een uur antwoord en ontvang binnen 24 uur je geld. Geen verborgen kosten, lange looptijd of andere onzin. Gewoon eerlijke leningen voor hardwerkende ondernemers. En doe je vandaag een aanvraag via de link in onze beschrijving. dan betaal je de eerste maand geen rente en geen aflossing. Hoe gaat dat? Want we hebben het erover. Hé, jij hebt best wel uh, toch een hoop meegemaakt. of veel gedaan in de media, laat ik het daarop houden. Je stapt daar op een gegeven moment een bepaalde mentaliteit in. of iets wat je wil, of hoe je het voor je ziet. Uh, mm -hmm. En dat is misschien op dat moment nog van. Uh, ik wil dat heel Nederland denkt dat ik echt een toffe peer ben. Mm -hmm. um, dan ben je heel erg bezig met... Oké, okay, vindt iemand het leuk of niet? En als iemand mm -hmm. dan zegt, ja, wat well, is een voor fucking bullshit? Dan raakt dat je tot diep in je koor. Want jouw doel was, ik wil het niet meer helemaal leuk vindt. Ik weet niet wat voor ja. jou de insteek was. Hoe is die ontwikkeling gegaan voor jou? Had je deze mindset al vanaf moment nee, 1? Nee, je kan nooit erin komen met deze Dit is schade en, schade en schande ja. opgevoed. Ik weet, ik kwam in de tv en ik wilde alleen maar... Mooie dingen maken. Maar dat heeft te maken met hoe ik begonnen ben. Ik begon bij de tv toen ik 22 was. Mijn vader leefde toen nog. Mijn grote cheerleader. Mm. Um, ik ben het kind van immigranten. Dus mijn vader zei... Nou, je kan eigenlijk drie dingen worden met je leven. Je moet studeren. Want hij had natuurlijk ook gestudeerd. Ja. Dan moet je of advocaat worden. Typisch. Dokter. Of dokter. Hey. <laughs> of... Um, ja, je mocht dan wel iets zakelijks doen. Maar dat moest dan een soort bewezen iets zijn. Dus okay. dat, was mijn, dat was mijn... Boekhouder, maar dan zet ze het Zoiets. zoiets, zoiets, zoiets. Je, moest, je moest, ondanks dat hij die vrije mind had, hm. hij wilde natuurlijk dat zijn kinderen, en dat wilde mijn moeder ook, als je immigranten, een immigra immigrantenkind bent, je moet het beter doen. Alle zekerheid die je ouders hebben ontbeerd, omdat ze hier kwamen met lege handen, dat, ze, dat mag jij niet meemaken. Ja. Dus mijn mind was heel erg toegespitst op dat. Maar het leek me super vet. Om bij de tv te werken. Ik wist ook niet wat. Het leek me gewoon super vet. En ik deed een afstudeerstage bij een theater. Dat was mijn eerste aanraking met. Oh my god. Je hebt allerlei andere soort banen. Decorbouwer is een baan. Scriptschrijver is een baan. Oh my god. Er is echt nog veel meer te beleven. Dan ja, alleen maar ja, ja. dokter ja. of advocaat. Ja. Of dat soort saaie dingen. Belangrijk werk in de maatschappij. Maar niet voor mij. Nee, ja. nee, nee. Als dat je passie is, is het niet saai. Maar voor mij zou het saai zijn. En ik weet dat ik in die tijd las ik in het NRC dat MTV een nieuwe zender zou beginnen. En ik voelde gewoon in mijn hart, ik weet niet wat ze daar gaan doen, maar dat zou ik wel willen. Ik met mijn vader bespreken. Nou, die was er dan overheen gekomen dat ik geen advocaat ging worden. En zo, ik had in elk geval wel die studie afgerond. En het zei mijn vader: uh, als je dat wil, moet je daar echt de deur in trappen. Ik zo. Hoe dan? Hoe dan? Hoe dan? Lang kort. Ik las in het artikel uh, dat ze een nieuwe zender gingen beginnen. En dat ze wilden dat het een zender was voor jongeren in de stad. Ik dacht, ik ben een jongere uit de stad Amsterdam. Maar ze wisten nog niet precies wat ze dan gingen tonen op die zender. Dat stond in het artikel. Ik dacht, fuck it. Ik ga de straat op en ik ga gewoon aan jongeren vragen wat ze willen zien. Ik werk voor MTV. Nog niet. Beetje voorschot op toekomst. Wat willen jullie zien? Dan ga ik dan een soort aanbeveling maken. Gelukkig ook zo naïef, 21, dat ik denk dat het zo werkt. Want zo werkt het natuurlijk eigenlijk niet. En natuurlijk een soort geflipte nutty professor Vader, die is echt prima idee. Deur in doen, trappen. Gewoon doen, ja. Ik de straat op in Amsterdam, in Utrecht, aanbeveling gemaakt. Een film of textueel dan? Nee, nee, nee gewoon tekst. Ja, gewoon, ja, ja, ja. gewoon in een Word-doc. Ik sprak Jan op <laughs> Vredenburg. Hij zei. Doe meer seks nee, op de TV. Nee, nee, ik had, het wel, ik had het wel een beetje gegroepeerd in thema's ja, en zo. Ja, ja, ja. Maar als Oh, dan kon ze kiezen van wat zij tof vinden. Ja. Oké, okay, cool. Maar ook, ook soort kinderwerk natuurlijk, toch nog. Hm. Nou, ik stuurde toe, ik kreeg geen reactie. Da. Nu ben ik zelf een directeur, dus ik natuurlijk, krijg ik geen reactie. Mijn vader die zegt, en dit is een lang verhaal, maar toch ook een antwoord op de vraag. Mijn vader die zegt: die mensen hebben druk. Ga, hoe ziet het eruit als je nu de deur gaat intrappen? Ik zei oké, okay, ik, ik ga gewoon elke maandag bellen om te vragen of ze het al gelezen. Dan heb ik twee maanden lang elke maandag gebeld. Ik kreeg elke week Caroline, de assistent van, uh, de personal assistant van die directeur aan de lijn. Ja. En dat werd een soort running gag. Ik zo maandag om negen, ik zei Caroline, ik weet dat jullie druk hebben, heb je het al gelezen? Eerst vond ze het belachelijk, maar op een gegeven moment werd het een soort... Wel zo'n respect. Van. Ja, zo. zo ja. En toen na twee maanden zei ze, oké, okay, nu word ik er ook gek van. <laughs> wat moeten we doen om je te laten ophouden? En toen zei ik, um, mag ik alsjeblieft één keer langskomen? Dan kan ik uitleggen wat er in het plan staat. Er St stond natuurlijk niks wezenlijks in, maar ik had wel een best gedaan. Lang van kort, ik kwam uh, was een vrouwelijke directeur Doreen. En die zei: luister, dit fucking plan is shit. Maar ik wil wel dat er iemand werkt voor mij. <laughs> met zo'n doorzettingsvermogen. Ja, ja, Kom maar werken. Ik werd assistent producer. En ik heb koffie gehaald en dingen uitgeprint en kabels geslepen bij de TMF -ors. en dat was mijn intro in de tv. Niet glamorous, niet glanzend. En ik wilde gewoon dat werk doen. Ik wilde gewoon leren. Dus nu een sprong naar voren en later pas kwam het voor de schermen. Dus voor mij is altijd de kern geweest, ook nu in mijn bedrijf is ik wil gewoon dingen maken. En ik wil dat het leuk is. Ja. Dus ik ben ook heel gevoelig geweest voor kritiek. Maar kritiek die gaat over, uh, wat ziet ze daar raar uit of dit en dat, vond ik minder erg als, dat, als iemand het echt slecht vond, de kwaliteit. Um, maar de leidraad is altijd geweest van, um, doe ik mijn best? Mm -hmm. En, um, en kan het, kan ik, wat kan ik doen om het beter te maken? En als je er met meer um, ego in zit en je wil echt alleen maar bij de tv, omdat je denkt dat als veel mensen je zien, dat veel mensen van je houden, dat is zo. Maar evenveel mensen vinden je ook, uh, uh, haten je moeder dat ze je gebaard heeft. Dat is, dat ja. is, dat, zo werkt dat. Mm -hmm. en het is vluchtig. En het kan heel vluchtig zijn. Um, je wordt ook beschermd door je intentie, dat probeer ik maar uit te leggen. Als jouw intentie is, je wil gewoon toffe dingen maken en iets neerzetten, ben je beter beschermd tegen kritiek van binnenuit dan als je denkt: Mijn moeder hield vroeger niet van me... en mijn vader was een afwezig lul en nu wil ik dat gat vullen met liefde van vreemden ja. en bewondering van vreemden. Ja, en de vreemden kunnen dan kritiek leveren. Ja, dan, dan, ben negatief je, ja. Van zijn en dan ben je helemaal. Dan ben je gebroken. dus echt weg. Ja. Ja. Dus okay. je intentie is ook belangrijk. Hey, kleine soort van side note, iets waar ik op benieuwd naar ben, misschien heb je geen idee. Ik heb er wel eens over nagedacht. We hebben het er denk ik ook wel eens over gehad. Van, uh, kijk, wij willen natuurlijk zoveel mogelijk impact maken met die podcasten. Zoveel mogelijk mensen toch. Dat vertrouwen dat wij in onszelf kregen door ermee aan de slag te gaan. En door die mensen te spreken die laten zien dat het al kan. Delen met anderen. En zou mainstream media daar denk je in kunnen helpen? Tuurlijk. Tuurlijk. Want als je het hele verhaal afschraapt van wat dat wel of niet is. Is het gewoon platform veel en bereik. podium. Ja ja, ja, ja. Tuurlijk. Natuurlijk. Daarom zeg ik ook. Het is leuk om de vraag. Het ligt eraan welke vraag je stelt. Ja. How can it work for me en how can it be van? Hoe kan dit voor me werken? En wat is een leuke versie? Tuurlijk. Mm -hmm. Dan ben ik benieuwd. Dan heb ik een, een situatie waar wij uiteindelijk nee op gezegd hadden, wat ja? wellicht had dat heel veel naamsbekendheid kunnen veroorzaken. Het heeft uh, op een later moment een ander redelijk uh, nou, gewoon, gewoon genekt. Okay. In ieder geval veel. Wij werden uitgenodigd door een programma, ik ben even de naam kwijt, um, om op tv te praten over Andrew Tate. Oké, ja, oké. Wat we daarvan vonden, hoe dat ging, kan je dat nog herinneren? Is denk nu anderhalf jaar geleden of zo? Ja, volgens mij heb jij gewoon Door gelijk afgewezen. Kaliet en het is een programma op een ja. Ja, ja. en Sophie. Ja, daar was volgens mij nieuw ook toen. Ja. En uh, ja, we hadden het daarover en we hadden gewoon allebei zoiets van: ja, dat kan helemaal niet goed gaan. We nee. zijn jonge gasten. Ja. Ja, ik ga niet zeggen, ik vind het een idioot, want ik vind dat die best wel een heel interessant fenomeen is. Ja. Maar ze gaan sowieso vragen stellen dat ik gewoon dat het eigenlijk uiteindelijk lijkt alsof ik een soort van Tate fanboy ben en dan ga ik er gewoon nooit slim van afkomen en dan gaat niemand denken nou laat ik deze genieze podcast eens gaan checken. Oké, okay, ja. Is dat iets waarvan jij zegt daar hadden jullie ook wel op in kunnen gaan zeker. op een slimme manier mee om te gaan? Zeker weten, zeker zou weten. je zoiets doen in dat zeker. geval. Zeker. Stel je voor schaamteloze pitch. Stel je voor dat telefoontje komt morgen en jullie bellen mij of iemand anders. Ja. Het gaat allemaal over voorbereiding. Het mm. fijne aan mainstream media is dat je af en toe wel goed kan inschatten wat voor soort vragen erop je afkomen. Ja, Helemaal, dat we wel zo goed eens. In te schatten, ja, ja. ja, dat is een, dat is, dat is, daar kan je ook mee werken. Dus, ditzelfde voorbeeld. Um, stel je voor dat uh, dat gesprek over Andrew Tate, je weet dat de, de laten we zeggen, de mainstream mening over Andrew, Andrew Tate is een bepaalde soort mening. Vrouwenvriendelijk, dus zo, zo, dit, dat. Um, nu gaat het over voorbereiding. Je hebt straks in zo'n live talkshow vijf minuten. Om je punt te maken. Drie eigenlijk. Dus ja. je gaat maar twee dingen zeggen. Mm. Nu is de vraag, wat ga je zeggen? Dat bereid je voor door goed research te doen. Is er een supersprekend voorbeeld waar we geen idee van hebben? Ik ga je zo een voorbeeld geven van hoe ik dat een keer heb gedaan met Kim Kardashian. Ja. Een supersprekend voorbeeld van Andrew Tate. Wat, niet, wat de meeste mensen niet weten. Waaruit bijvoorbeeld blijkt dat hij super vrouwvriendelijk is. We noemen het maar even. Ja. Je zoekt altijd naar het contrast. Een volledige andere uithoek. Zeg. Ja, nou ja. vind het. En dan ga je vertellen. En dan breng je nuance aan in het gesprek. Dan is het doel, je gaat nuance aanbrengen. Je gaat niet mensen overtuigen. Je gaat nuance aanbrengen. Dit is wat mainstream media ook interessant vindt. De mensen die je vaak in een talkshow ziet, die kunnen dit. Het is een skill. Er is een reden waarom ja ik kijk weinig tv dus ik ga nu vast ook iemand zeggen die ik zelf heel stom vind nou ik vind bijvoorbeeld nou Jort Kelder nou dat ja? dat vind je niks nee maar ik dat een is mooi event, oh. maar ik snap ook ja. wel dat mensen hem niet ja ik, uh, maar wat dus hij is een goede spreker ja en hij kan verrassen zeker en hij brengt soms iets in waar je nog niet eerder over hebt nagedacht en dat ik doe dat bijvoorbeeld met mijn masterminders. Train ik dit. Haal ik journalisten binnen en dan train ik ondernemers om hier goed in te worden. Mm. Het enige waar mainstream media en tv over gaat is, uh, kan je ons iets laten voelen. Dus als je het contrast opzoekt, en dan dat kan je gewoon voorbereiden. Want je weet ongeveer... Kijk, het gaat niet goed als je zegt, nou, ik ga daar naartoe en ik hoop dat ze me 38 minuten geven om heel... Gedetailleerd uitvertellen. Nee, ja. zo werkt het mm, niet. Dat ze ervoor open staan. Dat ze ervoor open staan en ik hoop dat ze me niet gaan framen. Je moet juist willen dat ze je gaan frame. Ja, jij moet bepalen welke. En dan ga je frame. werken ermee. Ik werd een keer geïnterviewd over Kim Kardashian. En over of dat niet de schande was. Hoe zij haar lichaam inzet. Voor haar succes. Dus ik kan me voorstellen dat je dat vindt. Maar Kim Kardashian is ook de enige social media-popster. Wist je dat ze de. Armeense genocide heeft laten erkennen door de Amerikanen. Noem één iemand die met zijn lichaam een, een genocide heeft doen erkennen door een machtsstaat. Ik mag wel. Um, specifieke vraag te stellen. Oké, okay, heel flauw, hè, maar dan. Dan speel je eigenlijk datzelfde flauwe spelletje waar ik dus moe van word in media. Dat je inzoomt op een heel klein ding om een punt te maken. Wat helemaal niks te maken heeft met het, met het grote. We vinden elkaar niet. We zijn gewoon allebei heel erg aan het inzoomen op één ding. Om een soort van ons gelijk Nee, maar, maar dit voorbeeld. Maar wist je dat? Bijvoorbeeld van Kim. Dit is nee, waar. nee, nee, dat wist nee. ik niet Ik weet dat dus, er ook een aantal artiesten. Weet je, dus, Rocky is er ja, volgens mij ook een rol in gespeeld. Ja, maar dus, dus je mag vinden van Kim Kardashian wat je wil. Maar is het niet interessant dat, kan je, dat iemand. Er is Sex Appeal ja, inzet om allerlei producten te verkopen die je misschien wel of niet nodig hebt. Uh, om je haar social media-platformen te laten volgen waar je wel of niet meer onzeker van wordt. Ja. Maar ook om zoiets ingewikkeld als een. Een politiek spel wat gaat over een genocide erkent Dat politici. hele regeringen krijgen dat niet voor elkaar. Dus dit is niet. Het is een spel, maar het is ook een nieuw perspectief wat je inbrengt. Dit is dus wat je ook kan doen. Dus in dit voorbeeld. Ja. Dit is wat je dus ook kan doen. met dat soort oppervlakkige populariteit. Het is een nieuw perspectief. Is in. Het is in elk geval iets om over na te denken. Je hoeft okay. niet over ge van gedachten te veranderen. Dan zou ik dan de presentator zijn die dan ja. zoekt naar sensatie. En dan zou ja. ik zeggen van ja, oké, okay, dat, dat hoor ik. Hè. Daar, mm -hmm. daar kan je op zich een zaak van maken. Maar ja, tegelijk vind ik ook wel dat je... Uh, Eén keer goed gedrag praat niet goed wat een iemand in heel hun leven doet. Als Hitler ooit iemand uh, mm -hmm. van het verdrinken heeft geholpen, mm -hmm. maakt dat hem niet een lauwe guy. Ja. Dan heeft hij één keer wat goeds gedaan. Ja. Maar wanneer, en dan zou ik, ja. dus in dit in ja, dit Ik vind, dit vind het leuk, leuk om te zien hoe je ja. daarop regioen, ja. Ja. En dan zeg ik, ik snap dat. Ik ben ook niet iemand die zegt dat één goed ding uh, allerlei slechte daden uitwis. Maar dan komen we op de existentiële vraag. Wanneer is iemand een goed mens? Waar meten we dat aan? Ja. En nu zeggen ze: gaan ze ook naar de reclame, want die hebben ze ook ja, naar de Dat zin is ingewikkeld. Ja. Ja, ja, dat is ja, ja. Dan wel gewoon een, een verpunt punt. Maar dan, van, maar dan ja, want dan, ik heb daar gezeten in dit fictieve mm -hmm. op één talkshow over ja. Kim Kardashian. Ja. Um, ik heb iets gezegd wat ik echt vind. Ik heb dat ook voorbereid. Dit zijn dingen die je voorbereidt. Um, ik, heb, ik heb iets van mezelf laten zien en als dat je intentie was om te gaan zitten. I also, ik heb ook mijn bedrijf geholpen. Ja, ja. En want we hebben ook gesproken hier met uh, wie was dat nou? Onze ik man met de korte tegen. broek, gezondheidsexpert Richard de Let. Mm -hmm. mm -hmm. Die zei ook, hij is ook een keer uitgenodigd voor een radioshow. En je hebt het een keer tegen me verteld. Hè? Ja, en ja. en nou ja, daar, daar werd hij uiteindelijk werd het soort van ja, dat is leuk, gaan we het over hebben. En toen ging ze ineens heel zijn boek afzagen en ja. dat had hij totaal ja. niet verwacht. Ja. Nou, had hij wellicht in dat geval wel kunnen verwachten? Ja. Maar wat als je ergens zit voor een groot podium? En ze stellen een vraag die je niet had verwacht. Ja, als je je voorbereidt zoals hoe wij dat nu bespreken, het maakt niet uit. Ik kan, weet ik veel. Wat is het meest rechtse, meest racistische programma wat er bestaat? Noem eens wat. TV. Ja. Zo, dat vind ik heel. Ik zou, ja. ik kijk nooit TV, nee. maar. Okay. Uh, ik zou in het YouTube kanaal van de van de FVD. <laughs> nou, bijvoorbeeld Poon en zo. Dat kan soms ja. wel heel erg. Ja, ja uh, Poon is wel een Ja, dat geen tv kanaal, toch? weet ik, ik zo. Ja, ik weet het ook niet. Vroeger als een tv. Ik zou het echt niet weten. Ja. Nou ja, goed. Het hoeft ook geen naam te hebben. Het ligt eraan. Ik je kan mij overal neerzetten. Ja. En ik ga altijd mezelf vertegenwoordigen op een manier die echt werkt voor mij. Mm -hmm. Maar dat komt omdat ik snap wat het is. Ja. TV, zo die discussies op tv gaan er niet over. Wanneer heb je ooit gezien dat mensen tot elkaar zijn gekomen aan het einde gaat van de discussie? De, daar de gaat het niet om, nee, nee. Ja, dus dat is niet. Dus als je denkt dat dat de opdracht is, dan zit je in je hoofd met de verkeerde opdracht. Ja. Um, het gaat er ook niet over dat je, um, als je goed getraind bent, dus daar help ik mijn ondernemers mee, dan ben je heel dan hoef je niet afhankelijk te zijn van vraag. Dus nu gaat het er alleen nog maar over: heb jij zien om op dat podium. Ja. Een waarheid van je te delen. Dat is het enige. Als antwoord ja is, doen. Ja. En als je in de. Het voorbeeld van Richard de Let is een goed voorbeeld. Dat komt omdat je in het verhaal zit. En dat is ook heel logisch, want als je niet aan de binnenkant van die wereld hebt gewerkt, dan weet je het niet. Mm -hmm. um, natuurlijk, natuurlijk gaat die talkshow jouw boek niet verkopen. <laughs> hey joh, waarom zouden ze? Ja. Jij moet je boek verkopen als je dat wil gaan doen. Ja. En. Uh, Natuurlijk, zeker als je een, een, een afwijker bent of je, 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 bent, je staat een beetje, je bent niet zo, je valt niet in de norm. Ik weet van mezelf, ik val op heel weinig stukken in de norm. Mm -hmm. Ik besta niet eens op papier. zelfmade miljonair, single mom, zonder een chip onder schulden. Ik besta niet eens. Technisch gezien, statistisch gezien ben ik er niet eens. Dus ik weet dat van mezelf. Dus ik verwacht ook helemaal niet dat mensen mij ontmoeten in de ja. waarheid van wie ik ja. ben. Dat is helemaal niet. Ik snap dat jullie me gaan ontmoeten met allemaal vooroordelen en, mis, en misvattingen. Ja. En ik tango met je moer. Precies. Ja. En dat is het spel. Ja. En Eelko de Boer of uh, Eelko de Boer, uh, Richard de Let. Ja, zo'n programma. Ja. Ze komen met een bepaalde intentie daar. Ja. Dat is anders dan wat ze zeiden. Wat Ze ja. zeiden, daar kan je 1-0 voorbereiden en 2 ja. Je moet gewoon als persoon jezelf goed kennen. Ja. weten hoe andere mensen jou mainstream gaan zien. Ja. ja, maar ook het programma. Je kan gewoon researchen. Ik weet dat ik een ander soort interview doe. Klopt. Als ik bij VI aanschuif, ja. in dit pak, heb ik een ander soort interview als dat ik bij een podcast van uh, Linda de Mol aanschuif. Dat ja. kan je gewoon researchen. Ja. 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 Heb je de, een interview gezien? Ik zag het op YouTube langskomen. Ik ken geen, niet de namen, maar zo'n gast die wordt dan nog geïnterviewd over, uh, over melk. Maar op, over rauwe melk. En uh, die gast komt er dan interviewen, maar degene die werd geïnterviewd, die had hem door. Dus die gaat gewoon vragen terugstellen. Die heeft zijn eigen cameraman ook erbij. Fantastisch. Zodat er alle content opgenomen kan worden. Op een gegeven moment zie je gewoon dat die interviewer, die komt er niet uit. En is op een gegeven moment ja, ja, het is helemaal niet de bedoeling hoe we het nu gaan doen. Weet ja. je wel, maar die, ja. de interviewer weet van tevoren al, dit is de context van de show. Hij weet, jullie ja. komen naar mij toe, ja. omdat jullie altijd de commerciële opzoeken. Je bent zo onder druk. Ja. En het leuke is, hij heeft alle content online gezet. Ja, en dan valt interview het interview door het mandje. En ook, want voordat we... Dit, dus dit is, dit is een voorbeeld van iemand die het spel snapt. En uh, zelf, uh, ik weet niks van poker, maar zelf een soort aas op tafel. Kan je dat zeggen? A, nou ja. ja, ik weet, ja, niet, weet ik het ook niet, ik weet het niet zo, zo ja. Ja. goed. <laughs> maar, maar ook even, toch ook even met compassie naar de mediawereld. Want anders lijkt het alsof dat een bunch of bad guys zijn. En dat is niet per se zo. Maar je moet je voorstellen. dat in de afgelopen 10 tot 15 jaar. het hele medialandschap is veranderd. Mm -hmm. Dus. en als je bij een programma werkt. niet voor alle programma's. maar som, soms. moet je. Soms draag je de visie uit. van dat programma. Dat kan ook een visie zijn die voor jou als maker. Niet aligned is of dat je kan iets anders ja, naast, de, maar je het is ook een baan. Je moet soms ook met een bepaald verhaal thuis komen. Opdracht. Ja, dus, je krijgt een dus, opdracht, dus het is je denkt ook, dat wij het gewoon ja. zo en je gaat het doen. Ja, en ik weet toen ik bij BNN werkte, ik deed spuiten slikken. Mm -hmm. Ja, radicaal programma. Ja, radicaal programma. Ik heb nog nooit in mijn leven hard drugs gebruikt, toen al niet en nu ook niet. Het is dus een programma dat gaat over seks en drugs. Ja. Ik zei, toen ik, ik werd ervoor gevraagd, ik zei, ik wil meedoen aan het programma, maar ik wil geen harddrugs gebruiken. Nummer 1, ik ben een super nieuwsgierig iemand, maar toevallig heb ik nul nieuwsgierigheid naar drugs. 2, ik kom uit een slechte buurt, uit een achterstandswijk, en deze frivole soort middenklasse, <laughs> hogere segment, aanpak met drugs, kijk naar drugs, dat is niet mijn wereld. Ik ken alleen maar mensen die aan de drugs. Onderdoor. Ik ken alleen maar mensen die daar echt last van hebben. Er zijn ook niet zoveel donkere mensen op tv. Ik wil dat liever niet uitdragen. Dat, het, dat je gewoon moet experimenteren. Dat was een beetje het motto. Mm -hmm. Terwijl als je uit een slechte buurt komt en mensen hebben weinig vangnet. dan kan dat hartstikke slecht aflopen. Ja. Mm -hmm. Dus ik wilde dat niet. Maar dat was ook de agenda van het programma. En in het begin was ze, oké, okay, dan, dan doe je gewoon de seks-items. Nou, superleuk, nou, seks-items. Maar ik had ook, maar dat, ik had ook seksueel geweld achtergrond. Dus het was ook toch een beetje ingewikkeld. Nou, ik ging dat dan toch proberen. Maar lang verhaal kort. En dat heeft dus niet te maken met... Dus ik weet ook hoe het is om een boodschap uit te dragen van een mooi programma. Die in mijn persoonlijke omstandigheid heel anders leefde. En dat is lastig. Ja. En dus, zo'n journalist die soms, um, die, die soms het verhaal komt halen. dat uh, Jaro en Koen. Uh, nou, uh, dat wat zij doen met de podcast, uh, dat is wel een succes. maar uh, dat kunnen alle andere podcasters niet bereiken. Um, of zo, weet ik veel wat voor gelul, ja, ja. whatever. Cool. Die is ook maar met die opdracht gekomen. Nou, ja. Ja. En, ja. En, en die probeert ook zijn baantje te houden. Dus het, het, is, het is niet altijd qua intentie, nee. maar die, sommige mainstream media moet ook in een mainstream verhaal blijven. Of dat nou bewust is of onbewust. En dat is ook een paal niet heel knellend. Ja, okay, maar dus je, we... dus je blest ze ook als je ze gaat met dat spel. Ja, je blest ze daar ook ik, mee. Ik Want ook denken... daardoor creëer je ook bereik voor hun. Ja, je, ze, dat creëert, ze nodig. ja je creëert ook nieuwe stukjes verhaal. Ja. Ja. ja, ik zit ook te denken Ze hebben de verhalen nu. nodig. ...van wat, wat mij daar dan inderdaad niet... Waarom ik daar dan eigenlijk nooit echt de aantrekkingskracht van voelde... van mm -hmm. mainstream media en dan wel podcasting... Mm -hmm. En dat is denk ik toch weer terug naar die kern, maar dat stukje authenticiteit. Dat ik er heel erg van hou van meer longform. form. Ja. Mensen die het totaal niet eens hoeven te zijn. Die in ieder geval elkaars volledige verhaal horen. En ja. het respect opbrengen om er naar te luisteren. En ja. of je dan elkaar opbrengt, begrijpt. Ja. Dat hoeft niet per se, maar dat vond ik aan Joe Rogan ook zo nice. Dat, ja. daar, dat ja. gaat niet altijd zo, ja. maar dat hij hele gekke verhalen brengt. En ja. vindt iemand een fucking lipo, maar luister gewoon naar het verhaal. En dan weet je in ieder geval wat je een lipo ja, vindt. Ik ben ja. het aan de ene kant eens, want dat is de bewuste. Uh, keuze die wij ook hebben gemaakt, zijn podcast begonnen. Aan de andere kant uh, kijken wij ook de uh, toch wel de, de entertainende verha uh, verhalen en video's die je ook op YouTube voorbij ziet komen, op Instagram voorbij ziet komen, die ook van zulke mainstream media platformen komen. Daar kijk je ook naar, Dan ben je niet. Dus kijk naar Boos. Terwijl we het niet altijd helemaal eens zijn met wat daar gebeurt, maar dat ja, ja, vind boos. Ja. Ehm, um, bon. Ja, luister, ik, vind het, ik zou het zwaar vervelend vinden als ik zo word geïnterviewd. En ik zou het zelf niet echt kunnen, zeg maar, zo'n persoon kunnen zijn en dan uh, heel erg voorzet. Mm -hmm. Ik vind het wel af en toe leuk om te kijken. Mm -hmm. Ja. Weet je wel? Dus. Het kan een NN zijn. Het, het kan het NN zijn. het is heel vaak gewoon een ja. NN. Ja. Ze heeft niet je voorkeur, maar het bestaat ja. wel. En als ik het soms langs zie komen, ja, dan draag ik er ook aan bij. Ja, ja. maar ik, ik, snap, ik snap allebei wat jullie zeggen, omdat ik weet, kijk, toen ik wegging bij de tv elf jaar geleden. Voor mijn gevoel ik ging weg en dat was een radicale keuze maar ik had toen wat jij hebt ik dacht deze shitzooi dacht ik ik wil gewoon mooie gesprekken doen mm -hmm. ik wil gewoon mooie dingen horen ja. ik ben mijn eigen ik had altijd radioprogramma's ook mooie programma's um, op radio 1 en ik had bij phoenix programma en ik had uh, ik heb een programma gehad dat was ook tof ik wilde gewoon mooie gesprekken met mensen. En ik dacht, er is geen ruimte. Zeker twaalf jaar geleden. En nu heeft iedereen en zijn moeder een podcast. Maar dat, maar dat was toen. Nee. nee. Dus, dus toen ik mijn eigen podcast begon, ik heb er twee. Ik heb de Saride-podcast en ik heb een podcast die heet My Business is My Rich Boyfriend. Daarover nou, misschien later. <laughs> dat is een coach-podcast. Toen ik die podcast begon, toen had ik het gevoel van, ik kan ademen. Eindelijk. Mm -hmm. Maar nu. Zijn we een paar jaar verder? Ik weet, mijn eigen platform heb ik. Ik weet, ik kan elk moment dat ik wil die diep gaan creëren. En toen dacht ik, het is weer leuk. En dat herken ik weer aan jou. Van nu vind ik het ook wel weer leuk om te flirten met die oude wereld. Omdat er, ik heb mijn eigen ding, heb ik. Daar kan niemand aankomen. En als, uh, als er een gekke kans voorbij komt om op een platform waar andere regels gelden, maar waar ik de regels ken... en ik kan daar gewoon lekker een beetje mee klooien. kan plezier maken. Dan kan ik dat, dan kan ik dat beste erbij doen. Ja, maar je bent er niet van afhankelijk. Maar ik ben niet afhankelijk. afhankelijk. En dat is het grote verschil. Toen ik de laatste jaren bij de tv werkte... Ik was natuurlijk binnengekomen als maker. Ik liet mezelf steeds meer in het keurslijf van een presentator duwen. Bij Spuiten Slikken. Vroeger deed ik ook nog met een editor mijn eigen montage. Smullen vond ik dat. Op een gegeven moment... Ging bij Spuits en zei ze ja. Nu ben je prestator. Je moet je gewoon horen. Je moet je gewoon uh, praten. Yeah. Mag niet eens altijd je eigen draaiboeken maken. Dus ik, had, ik dacht: the fuck. Ja. Dus toen ik daar stopte, toen had ik het gevoel dat ik soort, in een soort, soort makershongersnood zat. Maar nu ben ik weer helemaal volgefroten. En nu is er best space om een uitstapje te maken. Dus het kan zijn dat je op enig moment. Dat je denkt dat je gewoon zo solide bent, dat jullie zo solide zijn in lotgenoten, dat als er een of andere gekke collab voorbij komt, ja. dat je denkt, oké. Okay. Nou, nu, ik ook nu, ik over nadenken. De volgende keer als iets langs langskomt, wil ik best ja zeggen. En ja, dan, moet je uh, mij gewoon uh, bellen. Gaan we het goed voorbereiden. Dan... Je Gaan je we? Gaan nou, we... Nou, ik twijfel, kijk, ik flirterde ermee. Nee. en ik, was, ja. Ja. ik wou niet een keus maken waarbij ik dacht, er kunnen best wel grote consequenties aan zitten als je het niet slim doet. Ja. Om daar een merk waar wij al 4,5 jaar aan het bouwen ja. zijn, om dat dan ja. soort van te slopen in een uh, aflevering. Ja. Ben je het eens met Donald Trump die zegt, elke publiciteit is goede publiciteit? Dat weet ik niet. Omdat ik heb niet alle soorten publiciteit zelf meegemaakt. Ja. Ik, ben wel, ik heb wel hele nare publiciteit ook meegemaakt. Uh, en ik weet niet of ik zo... Uh, ik ga dan toch maar even zo... Ik weet niet of ik zo robuust ben. En met robuust bedoel ik gewoon schaamteloos. Dan, Donald. Ja, Donald Trump is zo schaamteloos. Ook een kunst op zich, hè? Ja, zo schaamteloos dat wat je hem ook opdient... Ik weet niet, hij doet er iets mee. Hij is van ja. steen. Ja, da, d, d, dus... Daar moet je ook uit een bepaald soort hout... Voor gesneden zijn. Mm -hmm. Ik weet niet, ik denk niet dat ik dat ben. Maar wat ik wel, en daar hebben we het ook over: um, afgekraakt worden door een of andere lulhannes in een pak op tv is niet zo eng als dat we denken dat het is. Ja. Het, is het, het is niet zo eng. Een beetje het zinig. is anders als je. Ja. ...het hoofd van je vriendin tussen een de deur klemt... ...en daar komt een filmpje van, dat is iets anders. <laughs> dat is Snap je? En, en het was later geen hoofd, hadden we gezien. Nou, prima. Nee, en elke relatie heeft, heeft <laughs> abstinens. Ja. <laughs> ja. Dat ga alle, ik allemaal wel als deur. <laughs> dus, 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 Meer dan dus, meester, kom op man. Nee, maar wat ik daarmee bedoel... Dus ...het is anders als je ontmaskerd wordt... Ja, in ja, iets ja, ja, kwaads. Ja, dat is echt ja. De meest duistere kant van jou, dat masker, wordt ineens. Woesh, heb je wat te verbergen? Ja. Of ik wat te verbergen? Heb, nee, heb ja. je wat te verbergen? Ik ja, heb een ja. Heb je wat te verbergen? Ik denk het niet, maar dat is, vind ik ook wel triest ergens. <laughs> dat nee, ik niet echt iets. Uh, ja, dat vind ik ook wel triest. Ja. Hoezo? Dat is nou, ik denk dat je. Ja. Ja, het verbergen? zou natuurlijk spannend zijn als ik, ik ga, wel iets te verbergen. Ik vertel nooit iedereen alles. Nee, oké. Okay. Nee, maar ik twijfel wel eens of ik mezelf alles vertel. Oh ja, mooi. Je je nee, nou ja, soms de, ik, ik heb wel, wel dingen, wel dingen hele achteraf, mooie soms dingen dat ik besef dat ik denk. Waarom dacht ik dat? Dat was ja. fucking dom. Ja, 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 dat was niet eens ja. logisch. Hij love this. Dus dan heb ik op dat moment. Ja, heb ik denk Ik mezelf soort dat ook voor gaan liggen. Ja, elke dag met jou, ja. Ja, dat <laughs> sowieso tegen jou ligt sowieso. Ik hoorde laatst een uh, mooie quote van Jordan Peterson En die gaf ook aan. Uh, de reden dat je nooit tegen je uh, tegen anderen moet liegen is op de momenten dat je het heel erg zwaar krijgt mm -hmm. dan ga je misschien ook wel tegen jezelf liegen mm -hmm. het is op een dat gewoonte. moment heb je het liegen niet Is een gewoonte moet je het juist niet hebben ja liegen is echt een gewoonte eerlijk ja. zijn is dus ook een gewoonte ja. ja is twijfelen ook een gewoonte ja Ik hey. twijfel veel man en ja? en die ja. leugen is ook wel een kunst liegen ik kan wel goed liegen ja 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 ik kan echt met een straight face mensen ja echt ja, ja, ja. ik totaal. Niet. ik ben zeg maar die guy die van uh, van die spelletjes van uh, bedenk drie leugens twee leugens en één ding is waar of zo dan, dan vertel ik alles of het real is ja voor de grap doe ik ze alle drie nep. jij ja, <laughs> zou echt zo als je ik heb een keer meegedaan het programma wie is de mol ja, ja. ja dat, dat weet ik dus hebben. niet daar ben ik heel je hebt ook dat verhaal en zo even. ik weet niet of dat zo dat kunnen. we helemaal die in uh, ja? dat gedeelte in gaan duiken ja, want ik weet hoe jullie zijn jullie gaan <laughs> allebei super en <laughs> dan gewoon honden, praten gewoon. <laughs> Saraya, je hebt nu heel veel tips eigenlijk gegeven, ook over media. Ja. In het begin hebben we het ook al gehad over het ondernemen. Ja. Je hebt jou al weten te overtuigen dat hij de meest geïnteresseerd is. Ik heb jullie binnengehaald gaat, uh, als klant tijdens he, deze podcast. Dat is, dat is hartstikke mooi. Lekker. Um, het is vandaag, op, op het moment dat het uitkomt, 14 maart. Mm -hmm. Op 18, en 19 maart heb je wat leuks. Ja. En dat gaat ook hierover. En daar ga je nog dieper over in. Ja. Vertel eens. Kijk, eigenlijk wat we nu per ongeluk aan het beleven zijn, ja. zit er gewoon te kletsen. En uh, met name Jaro op het gebied van die media, ik heb hem een nieuw perspectief aangereikt. Dus ik heb hem niet van gedachten laten veranderen, maar ik heb hem een nieuw perspectief aangereikt. En omdat ik hem een nieuw perspectief aanreik, kunnen er nieuwe gedachten komen over iets waar hij al vaker over heeft nagedacht. Namelijk in dit geval de media. In het Woorden die Geld Maken Summit op 18 en 19 maart leer ik ondernemers. En dit is voor heel veel ondernemers het missende puzzelstuk. Om dat wat zij snappen en voelen van hun eigen werk, de essentie van hun werk en wat het kan betekenen voor de ander, om dat te vangen in simpele woorden. Mm. Want als je op een ontspannen manier, wij zaten niet, ik probeerde jou niet te overtuigen, we zitten niet in een soort discussie, het is niet zo, je moet het zien zoals ik het zie. Maar als er vanuit een ontspannen manier, als je kunt vertellen van, hé, hey, er is ook, je kan het ook op deze manier zien. Als je dat leert, is een skill, ga je veel meer geld verdienen in je business. Eigenlijk gewoon heel plat. Daarmee toch woorden die geld maken. Um, veel ondernemers voelen in hun hart en misschien hebben jullie dat ook met de podcast. Jullie weten wat de kracht is van het platform wat jullie hebben gecreëerd. Mm -hmm. ja. Maar kun je het ook op zo'n manier vertellen dat iemand die tien minuten daarvoor niks had met podcasts dan denkt, hmm, ze hoeft niet om te zijn? Maar hm, je hebt mij een perspectief aangereikt. Wat misschien haak staat op mijn, wat ik eerst dacht. En ik ben geprikkeld en ik zou wel meer willen weten. Zou je dat kunnen? Dan moest toen bij uh, een grow-coaching-diner. Moest we toch ook in één minuut zeg maar, je bedrijf gaan pitchen. Ja. En dat soort dingen. Toen kwam het wel soepeltjes eruit. Maar het ligt eraan. Uh, maar zo te horen... het, is, het is niet zeg maar dat ik het. Uh, nee. uh, ik denk dat ik niet op de Het komt heel snel terug op een. Uh, ja, de nummer één en, en de veel inspirerende, en dit zijn een aantal mensen die we gesproken ja. hebben. Ja, ja. Maar als iemand niet de essentie of de waarde van podcasting inzet, kan je denk ik ja boeien. Okay. De nummer ja. één van voetbal boeit me ook niet, want voetbal boeit me geen reet. Ja, ja, ja. Okay. ja maar ja. het is wel iets inderdaad waar je, je neemt er niet snel de tijd voor. Nee, je gaat niet even zitten, Je nee. gaat even goed uitdenken. Terwijl dat wel, ja, wat jij zegt, je bedrijf oh, heeft van branden, dat. Ja, ja je bedrijf heeft dat van je nodig. Ja. Dat je de ziel van je werk, even zo, dat je de ziel kan vangen in simpele woorden. Zodat iemand het kan voelen. Mm. Dan doet iemand er iets mee of niks. Daarom keek je net ook enthousiast toen ik ging uitleggen wat ik zou willen delen op tv. Ik wat wij ja. doen. Ja, ja, ja. Omdat um, dan ben jij aan het vertellen over iets wat je kan brengen. En ja. mijn brein, mijn ondernemende storytelling brein, gaat daar meteen mee puzzelen. Ja. Mm -hmm. En waar het summit over gaat, is een gratis summit. Daar kan je gratis voor aanmelden. Jullie gaan ook meedoen. Mm -hmm. Toch? Ja. Superleuk. Gaat over dat leren. Cool. En er lol mee hebben. En het is niet iets waar je mee geboren hoeft te worden. Het is gewoon iets wat je kunt oefenen. En de woorden die je gebruikt zijn belangrijk. Je hebt woorden die geld aantrekken. En je hebt woorden die geld afstoten. Als je die gebruikt, als je praat over je bedrijf. Mm -hmm. sommige, sommige woorden. Oké. Okay. Woorden die geld aantrekken is als je terwijl je iets vertelt contact kan maken met je enthousiasme ja, yeah. Maar de core, dus de, als ik bijvoorbeeld aan jou vraag van uh, hey, wat vind je ervan dat de podcast uh, upcoming is, zo'n gare kut vragen. Podcast uh, upcoming is in Nederland voor ondernemers. Nou, dit is, dit is echt ja, saai. En als jij contact. instantly contact kan maken met wat jij vindt dat de kracht van podcasting is en de enorme kans, en je gaat vanuit yeah. die energie antwoord geven. Dan gebeurt er iets. Ja. Als je meegaat in die saaie energie van... En een beetje verdedigend van... Nou ja, um, het is natuurlijk wel zo dat er heel veel mensen een podcast hebben. Maar wij... Dan, dan, dan heeft het niet gewerkt. Dus intap op het enthousiasme. Ja. Um, en wat geld kost. Is valse bescheidenheid. Oh, in Nederland moeten we dit leren, jongens. Valse bescheidenheid als je praat over je werk. Je moet niet liegen. Je hoeft het niet groter te maken. Maar als je het vals bescheiden aan, aan, aanjaagt, you're just losing money. En hoe doe je oh, wat, dat dan? Ja, wat is dat precies nou, dan? bijvoorbeeld, uh, ik, maak een, ik, ik doe social media over dat ik hier ben. Ja. Ik rij hier het parkeerterrein op en ik zeg in mijn camera, ik ben te gast bij een beest van een podcast. Dat vind ik ook, van deze podcast. Dank je ik heb Dank gewacht je tot ik hier te gast kwam. Leuk. Ja. Als jullie vervolgens zeggen van ja, nee, ja, we zijn die podcast gewoon een beetje begonnen en um, ja, we zijn nog aan het, uh, we zijn nog aan het uitzoeken, hoe we, dan is dat is waar misschien. Ja. Maar het is ook al een beest van een podcast. En dat is ook waar. Ja, mm -hmm. En het is allebei waar. Maar dit is beter. Ja. Be ja. Dat het een beest van een podcast is. Waar een aantal van de grootste ondernemers in Nederland zijn geweest. Die verhalen hebben verteld die ze nergens. dit is allemaal waar nog, hè? Mm -hmm. Verhalen verteld die ze nergens anders hebben verteld. En jij hebt je baan opgezegd om deze podcast groot te maken. En elk uur van de week dat jullie aan het werk zijn. zijn jullie bezig deze podcast beter en groter en eerlijker. Dat is allemaal waar, hè? Mm -hmm. Dat is een beter verhaal. Dan, ja, je weet toch, we zijn gewoon nog een beetje aan het uitzoeken. <laughs> hoe ja. we, en zeker, ik werk met veel vrouwelijke ondernemers. Mm -hmm. De Nederlandse cultuur is. doe maar gewoon, doe je al gek genoeg. Ja. Ik snap het. And we're not fucking with that. <laughs> ja. mm -hmm. Want wat je bedrijf van je nodig heeft, is dat je je werk in alle eerlijkheid woorden geeft dezelfde soort woorden of met dezelfde energiewoorden als dat je zou praten over iemand anders werk wat je tof vindt. Ja. Dus als ik al zeg, ik ga naar een beest van een podcast, dat is deze podcast, ja. en jullie zeggen ja, nou ja, we zijn gewoon dan, dan I don't know, je bent gewoon geld aan het weggooien. Ja, ja. Je bent... ja omdat je denkt, omdat iemand voelt de energie en die slaat ja. eigenlijk plat. Ja, oké. Okay. Ja. Hey, dan ben ik heel benieuwd want dat merk ik dan vaak. Soms zitten wij, dat het zijn de leukste sessies. Reden we terug, uh, zeker in het begin van de podcast hadden we het vaak, reden we terug van een meeting of dan hadden we met iemand ontmoet die we nooit hadden verwacht. En dan zaten mm -hmm. we in de auto van, dit gaat zoveel groter worden dan we ooit hadden verwacht. Ja. Oh, wat de fuck gebeurt er en dit is fucking ziek. En die soort van bijna warm, ik noemde het ooit de energie van potentie, van je ziet wat er allemaal kan en wat we aan het doen zijn, fucking vet. Ik merk dat als ik vertel over wat ik doe, mm -hmm. mijn emotionele staat op dat moment. Mm -hmm is super bepalend hoe enthousiast ik het totally. kan vertellen. Totally. Kan je daar ook in leren? Want ik merk gewoon ja, soms heb ik daar gewoon geen zin in of dan en dan ja, denk ik, ja gewoon podcast wel luisteren. Moet je moet naar de summit. Je ga, je komt naar het summit. <laughs> Want dit zijn echt de eerste is het sessie. Online? Het is online. Oké. Okay. Het is helemaal gratis. De eerste sessie gaat hierover. De okay. eerste sessie gaat over hè, het soort woorden dat geld aantrekt mm -hmm. en het soort woorden dat geld afstoot. En kijk, het betekent niet dat jij als een soort Opgewonden Duracel-konijn, altijd maar over je bedrijf, weet ik veel <laughs> nee, wat. Nee, die nee, doen. maar het is een gevoelsding. Maar ja. meer maar, dan uh, een ja. energieding. Ja, maar alleen al het bewustzijn erop. kan al een, een verschil maken. Kijk, ik ja. ben van nature, ik ben een extravert iemand. Mm -hmm. Ik kan heel hoog in mijn energie zitten. Mm -hmm. uh, ik weet dat van mezelf en ik, heb, ik werk daarmee. Um, maar kan ook als ik veel rustiger ben, want die momenten heb ik ook. Um, kan ik ook goed vertellen over mijn bedrijf. Maar dat komt omdat ik... Uh, en dat, vaak zijn dat, dat is gewoon voorbereiding ook weer. Net als met de media. Ja. Ik ben gewoon heel getuned... Um, met de ziel van mijn werk. En dat is een beetje zweverig. Maar dat is wel belangrijk. Dus um, als iemand aan mij vraagt... Ja, um, ik weet niet... Uh, zou ik me inschrijven op Video Business School? Nou ja, dat, uh, als je je inschrijft voor Video Business School... Ik kan ook net zo goed, weet ik veel... voor dezelfde prijs of voor... Beerk of is dat eigenlijk nog, een LOI-studie doen. Ik weet niet welke mogel dat zou zeggen, mag ik heb niet <laughs> <maar>. <laughs> dan, dan, dan heb ik daar natuurlijk respect voor. Maar dan, dan laat ik wel de ziel aan het woord. En dan zeg ik, uh, je kan je LOI-studie gaan doen. Uh, of je kan naar de enige ondernemersopleiding in Nederland komen. Die het belangrijk vindt dat je en zakelijk je potentie vervult. Maar dat je de persoon die je buiten je business bent, mm -hmm. Dat die net zoveel ruimte en space krijgt. Dat je ook de moeder kan zijn die je wil zijn. De partner dat je de dochter kan zijn. Dat je de je de beste vriend die je voor jezelf kan zijn en wil zijn, dat daar space voor is. Er is een vorm van succes die niet gaat over over je grenzen gaat. Er is een vorm van succes die niet gaat over jezelf en je kernhard verliezen. Er is een vorm van succes waar je elke dag in de spiegel kan kijken en dat je denkt: "Yes. Ik ben precies wie ik ben. Ik doe het precies zoals ik het wil doen. Ik ben trots op mezelf." En het resultaat van wat ik doe, levert me de lifestyle op die ik wil hebben. Ik heb impact op mensen. Dat is wat je leert in mijn opleiding. Mm. Nou. En als ik het terugtrek hè, naar, naar de eeuwig rationele man, die dan oh, ja. toch altijd zit van uh, what's in it for me? Ja? Is dat dan ook wat echt ja, Anton maar helpt bij sales beter doen? Tuurlijk, ja. uh, pitchen naar investeerders, Tuurlijk, uh, ja. hoe je overkomt ja. bij meetings, dat ja. soort dingen. Ja. Want dat kan ik me ook wel voorstellen ja. als je met bezieling, om het even zo te noemen, ja. uh, dingen vertelt en er echt achter staat, dat ja. je dan ook sterker komt opdagen. Ja, zeker. En woorden doen er echt toe. Ja. Woorden, en kijk, wat je, dit gaat ook meer over sales. Mensen kopen, een, oh, mensen kopen een product of een dienst, maar mensen kopen ook een gevoel bij je. Ja. Mm -hmm. Mensen kopen ook een soort staat van zijn. En ook als je weet ik veel onderbroeken verkoopt op een in een webshop. Um, kijk, we leven in een wereld waar van oneindig aanbod. Ik kan met twee drukken op mijn telefoon iets uit China importeren. Dus op alleen de kwaliteit van het werk. Er zijn een triljard podcasts die ik met dat ene uur wat ik in de auto zit kan luisteren. Ja. Dus vroeger was het zo, toen ik 16 was. Oh jee, oma vertel, toen ik 16 was. Mm -hmm. <laughs> uh, Plan ik eens in de maand. de Tweede Wereldoorlog. <laughs> ja, toen we, gingen we schuilen toen. Ja, nee, nee, Toen ik 16 was, plan ik één keer in de maand een hele zaterdag. Met mijn beste vriendinnetje, Samira. En dan uh, hadden we kleedgeld. Hadden we we werkten en dan hadden we geld gespaard en we kregen kleedgeld. En dan gingen we vanuit Horen 45 minuten in de trein zitten. Dan gingen we naar Amsterdam. En dan gingen we bij de Zara kleding kopen. Hele zaterdag tot een maand van tevoren al in de agenda. Die klant. die een zaterdag gaat opofferen. over drie weken. en die alles funnelt naar uh, fysiek in de zaken. die klant bestaat niet meer. Want ik kan. Als ik, als ik. ik kan in Japan iets bestellen. ik kan in China iets bestellen. ik kan in Amerika. Amazon. Dus voor ons als ondernemers. wij, wij moeten in de trein springen. en naar die klant toe. mentaal. Ja. En dat doe je ook met je enthousiasme, dat doe je ook met je woorden. Je kan niet verwachten dat als de kwaliteit van je werk goed is, dat het zichzelf verkoopt. Dat universum leven we niet in. Vroeger kon de Zara gewoon een soort winkel zijn en er kwamen meiden uit allerlei ste steden en dorpen met de trein en dan gingen mm. ze bij de McDonald's lunchen, weet ik wel wat je allemaal deed. Ja. Die kwamen naar jouw product toe, naar jouw aanbod. Dat dat is niet meer zo. Mm, nee. Dus het doet ertoe dat je, je de ziel en je zaligheid dat je dat tastbaar maakt voor mensen en dat doe je in de eerste instantie met je woorden wij merken met uh, woorden die geld maken dat, ze met, dat is een gratis summit wij hebben dat eerder gedraaid wij merken dat mensen na de eerste sessie ik geef een opdracht aan het einde van de eerste sessie en dan je hebt in de ochtend een sessie online en dan smiddags en dan geef ik de opdracht in de eerste sessie en dan komen mensen in de tweede sessie en dan zeggen ze ik heb geld verdiend, dan zeg ik I know ja. <laughs> weet ik, Jeet. ik weet het het is zo raar en ik dit en dat. Ik ben al weken met de website bezig, maar ik heb nu gewoon de opdracht gedaan en ik heb gewoon een klant binnen gehad. I know. Mm -hmm. Want dit is wat je klanten van je nodig hebben, of in jullie geval je luisteraars, mm -hmm. ja. om een keuze te maken die voor hen belangrijk is. Als iemand deze podcast luistert, dat doen ze niet voor jullie. Een beetje. Sommige ah. groupies, sommige groupies een beetje. Ze doen het om wat die podcast voor hen kan betekenen. Ja. Het resultaat. Ja de ja. inspiratie die ze eruit halen. De mensen die ze via de podcast leren kennen, de business ideeën die hier voorbij komen. Mm -hmm. Het gevoel, de inspiratie, dat zei ik al. Dus mensen luisteren er niet voor jullie. Mm -hmm. Ze luisteren het voor de ziel van het werk. Ik ga even ja. super zweverig. Ja. Jij bent oké, okay, nu ga ik super zweverig, maar dit is echt hoe ik ook mijn video business schoolers onder leer. Jij bent de vertegenwoordiger van die ziel. Je moet dat gewoon zo goed mogelijk doen. Mm -hmm. Je moet het gewoon binnen het karakter dat je hebt, binnen de mogelijkheden. Je moet dat gewoon zo goed mogelijk doen. Mm -hmm. Jij bent ook in dienst. Jullie zijn ook in dienst van deze podcast. Jullie hebben het bedacht, mm -hmm. maar jullie zijn ook in de service van die podcast. Mm -hmm. Ik ben ook in dienst van Video Business School. Het is mijn werk om het zo goed mogelijke opleiding te maken. En het is mijn werk om zo goed mogelijk te vertellen wat de ziel is van die opleiding mm -hmm. of van het summit. Dat is het gratis uh, als mensen voor het eerst kennis willen maken. Ja. Nou, wij hebben doel om naar de 1 miljoen omzetten gaan in 2024. I love that. Uh, Dat kan ook gewoon echt. Niet alleen het doel, gewoon de. Het gaat de feiten. feiten. Ja. Ja. Minstens. Ja. minstens. Ja. Jullie hebben besloten, um, hebben besluit genomen. En uh, uh, daarom, je, je gaf het ook aan. En uh, wij gaan sowieso zo, zo, uh, eventjes een kijkje nemen naar de verschillende. Uh, nou, hoe, hoe kan je het noemen? Webinars dan? Ja het zijn, zijn, sessies. Het zijn sessies, sessies, ja, het zijn sessies. Het zijn sessies. Het is niet online. één sessie. Nee, het zijn er vier. Het, het zijn er vier in ja. totaal, verdeeld ja. over twee dagen. Ja. Kan je er ook een beetje over uitleggen? En, uh, ja, we kunnen ook een link gewoon in de beschrijving droppen. Ja, ja, Mensen graag. kunnen zich makkelijk aanmelden. Ja, het is gewoon het? gratis. Je gaat je aanmelden. Dan krijg je van mij een mailtje en dan leg ik je uit: Oké, okay, dit is wat we gaan doen. Uh, zorg dat je er live bij bent. Het zijn live sessies online. Er komen geen replays. En de reden dat ik ervoor kies om geen replays aan te bieden is dat ik weet dat in een wereld waar alles vraagt om jouw aandacht, uh, ik weet dat het omdat het gratis is dat het zo werkt de psychologie van de mens dat je dat je dat dat je je aanmaakt en denkt oké okay, komt wel en de realiteit is dat dat je dan nooit meer dat terug gaat kijken en omdat ik weet dat wat ik met je deel in die sessies echt je business en je leven kan veranderen heb ik gewoon stok achter de deur lieve schat live komen opdagen dat ja. uur wat je investeert in zo'n sessie gaat keer tien bij je terugkomen in inspiratie in inzichten maar ook gewoon in geld dus show up for the money ja Super tof. Ja. Hey, dan wil ik nog een. Ik ben heel gepassioneerd over zo, Ik denk dat, dat we best veel onderwerpen Power om over te praten. Ja. <laughs> ja. Ik, ik vind nog wel het stukje uh, uh, interessant over wie is de mol. Oh. Ik pak dat oh. gek terug naar uh, een kwartier geleden. geleden. Maar ik vind het gewoon interessant. Om daar mee te doen. Tuurlijk. Ja. Maak iedereen af. Ik ben de mol dan. Ja. Okay, ja. Dat mag je niet zelf kiezen, hè? Nee, weet ik, maar... Het zo gevol, gevol, als wij worden gekozen... Dat je dan dus de mol bent. Dan, ja. oh, lachen. Bro, ik, uh, ik zou dat nooit kunnen, want ik ben een verschrikkelijk slechte leugenaar. Ja, ik weet oh. niet, man. Ik ben goed in kleine leugens. Maar grote leugens lijkt me ook wel lastig. Ik ben ook wel echt een deler. Ik zou het heel moeilijk vinden om met heel veel mensen... en dan in je eentje de hele tijd een zwaar geheim te hebben. Uh, en je krijgt gewoon training dan. Van, Tenminste, de mol krijgt training van... Oh, er kent een beetje zijn spelletjes. Hij zich ja. goed gedragen. Ik ben nooit... Uh, kijk, ik heb meegedaan... Uh, in wow, in 2013. Ja. Yeah. Toen waren we in Zuid-Afrika. Oh, Kees, Kees Tol was de mol. Die, dat is, is, een, Tol, dat dus. is een prestator, SBS prestator. Superleuk uit Volendam. <laughs> Super toffe gast. alleen zijn naam. Um. Kees was echt mijn bestie en ik yeah. had geen idee dat hij de mol was. Oh, ja. En kijk. Het leuke is, als je de mol bent. voel je je dan geluid? Sorry ja, ik voelde me genaaid. Ja, wel maar, toch? Ja, ik ja, ja. echt vies Ja, ja sowieso, dat ja, was persoonlijk. Ja, was, ja maar, maar Kees zei heel terecht. Hij zei: luister, meid, dit is het spel. Ja, dat is ook zo. Ja. Maar Kees, wij zaten altijd samen in een hotelkamer. En Kees maakte mij. Dus is de Mol is een, is een avontuurspel. Maar het gaat door de hele dag, ook als de kamers uit zijn. En je moet aantekeningen maken van dingen die ze. En Kees maakte mij s'nachts wakker. S'nachts, hè? Schrijden. ik shit, ik heb je een belangrijke aanwijzing niet. Ik helemaal, oh wacht, wacht, wacht. Ik pak mijn molboek. En dan schreef ik gewoon dingen op die niet waar waren. Want dat, dat, dat voederde hij me dan, ja, s'nachts. Ja, ja, eh. Dus daar was ik boos over. Ik zei, je bent echt zo diep in je rol gegaan. Je moest me niet s'nachts wakker maken. Hij zei, ja, ja. Dat is het spel. Ja, ja. ja, ja. ja, ik heb dat nu met de verraders. Dat is een beetje zo'n. Zo ja, ik kort kijk dat niet, Maar dat is van, ook uh, zo'n soort. Ja, ja, toch? Het is ook, ja, ja. ja moet je ook elkaar. Het zijn de twee verraders en dan een heel huis vol met mensen moet je elkaar een beetje je hebt ook De bondgenoten of zo. Een, een, ik weet het niet, maar je hebt allemaal van dat soort programma's. Maar ja. ja. die shit gaat diep soms man. Ja, ja. moet de huilen en shit. Dat ja, ja, ja. is gewoon ja, ja. echt de ja, ja. kant van zichzelf ontdekken. Ik ben echt dark Ik ben eigenlijk een bad person. Ik kom niet in de finale, maar wel in de halve finale of zo, toch? Ja, maar het is een, echt een wonder. Dat je daar kwam. Ja, want Staat Kees heeft even. mij zo voorgelogen. Zo, zo. Vo het was, Maar dat was zo'n leuk avontuur. Ik zat ook in dat jaar, in dat jaar met, uh, met Tania Cross. Dat is uh, een operazangeres. Fantastische. Wij waren echt zo. Echt zo. Die flamboyante chicks gewoon. En Tania, kan, we ontmoeten elkaar op Schiphol. Dus weet je, we moeten nog in het vliegtuig, het hele spel moet nog. Tania komt naar mij toe. Eerste wat ze ooit tegen me zei. Zegt, ik weet wie de mol is, hè? Ik zo, oh nee, hoezo? Zegt, het is Tim, Tim Haars. Want ik keek in zijn ogen en ik zag het. <tie> Dat was gewoon haar openingszin aan <tie> mij. Ik zou oké. Okay. <laughs> ja. 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 Overtuigd. Ik ben heel overtuigd benieuwd. ben ik ook overtuigd. Ja, en toen was ik ook overtuigd. En toen heb ik heel lang op, op, op Tim gezeten. En daardoor ben ik zo ver gekomen. Omdat, 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 omdat dat, Tim en Kees overeenkwamen. Ja, ja, die deden vaak in het spel dan dezelfde soort dingen. En ze waren ja. vaak op dezelfde plek. Dus dat is de enige reden dat ik er niet bij de eerste aflevering meteen uit ben gaan. Ja. Dus zal je dus, zeggen dat dus, ik nog nooit wie is de mogen nee? kijken? Oh ja, het is heel leuk. Dus het is dus, echt een leuk comedie. Ik heb het laatst. Het seizoen van uh, je het, Expeditie Robinson gekeken. Dat vond oh. ik ook best wel leuk. Oh, en voor ja. mij valt dat in hetzelfde straatje van, van die programma's die iedereen al eeuwen met zijn ouders keken. Nee, ja, nee. maar het enige verschil met wie is de mol, want expeditie en de verraders, denk ik, want dat heb ik nooit gezien. Dat gaat veel over ook interpersoonlijk drama. Dus, ja. En wie is de mol is echt de familie? Het gaat alleen over het spel. Het ja, gaat het spel, alleen, ja. dus niemand heeft ruzie met elkaar. Geen reality, nee, nee, er zit geen reality uh, element in. Element. Dat gaat over drama, alles ja. gaat over het spel. En, en dat is, heerlijk. Dat ja, is heel leuk. sympathiek. Ja, dat ja. kan je echt met Ik kan dat echt met mijn dochter kijken. Zonder dat mijn dochter daarna met betraande ogen vraagt waarom iedereen zo onaardig ja. tegen elkaar doet. Wat bij die andere programma's denk ik wel. Ze is. Ja. is de moers eigenlijk een van de weinige shows geweest die ik uh, voor een tijdje heb gekregen. Ja. Dus, dus Jaro, wat Koen probeert te vertellen is. Je moet even over je hiccup met media komen. Want jullie moeten bekend worden zodat Koen mee kan doen aan Wies de Mol. Schoon, pak dat ik Expeditie ik wel. Ja, waarschijnlijk, <laughs> want jij had dan eigenlijk nodig voor Wies de Mol. Weet je wel dat je zoiets <laughs> krijgt? Ja, vooral, ik word de Mol op dag 1 je... gepakt. <laughs> nee. Grap, ik besleg Wordt kort seizoen gehad. Twee afleveringen. Ja. Introductie. Eind. Ja, voor het, ja, voor het eerst hebben we in plaats van tien afleveringen maar twee. Gewoon één. En dan komt er deze pannenkoek hier. Ja, want ik zat te kijken: van, ja, oké, okay, uh, ik heb Wies de Mol, ik heb. 20 minuten gekeken. Ik zag Ke dat Kees erin zit. en Nog eens een andere bekende presentator. Kees van de Spek bedoel ik dan. Mm. Um, alleen zitten ook hele onbekende mensen tussen. Kijk. Echt heel erg onbekend. Kijk. Waarvan ik denk, van, ja. dan maak je heel kans. Kom <laughs> <Toenom>. op. <laughs> Voor de mainstream <laughs> ja. zijn wij ja? vrij onbekend. Joh, joh. Ja, toch? ja toch? Podcasters. Koen en Jaro. Ja, dat zou ik ook zo grappig vinden. Dat je dan zo'n noemertje eronder ja. hebt. Podcaster. Ja, ja. Wat zou je als, als dat... noemertje willen? Legend. <laughs> Zie je heel goed. Niet te bescheiden. Nee, hey, like uh, Podcast oh, nee, Podcaster zou ik helemaal slecht op gaan. Ja? Ongemer zou ik ook. Jij is ook ja, zou een beetje, beetje zo'n soort oh, klinisch woord, hè? Je ja. bent gewoon. Je oh, bent oh, gewoon Zo'n so one word like Beyoncé. Ja, ja. gewoon oh, een Jaro. En het spreekt uh, gewoon voor oh, je Jaro. En dan daaronder Jaro. <laughs> oh, in het klein van ja, ja, Jaro, ja, en dan daaronder die guy. Ja, oké. Ja. Nee, wat, ja, wat zou jij eronder willen? Ondernemer, podcaster? Ja. Wat ik wel weet, is dat wanneer je podcast komt, dan ben je echt officieel hoor. een podcaster alweer. Weet je, dan zijn we echt daarin. Uh, of er staat influencer? Want soms zeggen wij ja, zo: Wie is, is ook echt als... af. Finfluencer. <laughs> Mensen zijn, Ja, maar dat zijn wel woorden die. Ja, ja influencer ja, die wordt die al vaak gebruikt. Toen ik net weg was bij de TV en toen ik net begon met ondernemen en oh, allemaal toffe dingen oh, aan ja, te ontdekken was. Ja, die fase heb je ook gehad, ja. Ja, ja toen, dus, als ik dan wel eens nog in de media kwam, dan, dan zeiden ze. Ze werkte bij TV en ze doet nu iets in het bedrijfsleven. Dat, klopt zo, dat klopt, klinkt wel heel klopt, Ik heel uh, verdrietig ook of zo. Ja, ja. Maar, nou ja, ik vind, dat klinkt een beetje als uh, al die politici die daarna hoog bij Boeing gaan <laughs> ja, werken of zo. Ja. En uh, eigenlijk heel stiekem zichzelf <laughs> ja. naar, naar boven. Iets ja? in het zakenleven, Ja, ja. Nou, koffie. Bedrijfsleven, ja, precies. Ja. Want dat vind ik nogal uh, als laatste deel wel interessant om op in te gaan. Hoe is nou die transitie gegaan van media naar ondernemen? Ja, paniekerig. Ja, nee, ja. Ja? ja, in het begin zeker. Ik ging weg bij de tv. Maar dat was radicaal, zei je. Waarom was dat radicaal? Ja, omdat um, kijk, als je in een werkveld zit met een baan waar heel veel mensen iets in willen. Ja. Ik, had een vast salar of ik had een vast contract. Daar deden ze een beetje dingen over. Maar ik was al zes jaar daar in dienst. Hmm. En dan werd steeds je contract met een jaar verlengd. Maar ik had gewoon een vast contract. Ja. Um, het is heel moeilijk om iemand weg te slepen. Of weg te slopen met een vast contract. Ja, ja zeker. En dus ik had daar ook nog kunnen zitten. Zonder programma's, maar wel met de salaris. Ja, wat doen ze dan? Met dat, want die zullen er vast rondlopen. Ja, dat, kijk, nou, kijk, Ja, zonder in al die details te gaan. Ik was toen heel jong. Mm -hmm. En kijk, ik had juridisch het een en ander laten uitzoeken. Daar had ik ook geluk mee. Maar de meeste prestatoren in die tijd. nu is dat, denk ik, anders. omdat veel prestatoren ook ZZP'ers zijn. En vroeger was je in dienst bij een uh, omroep. Je bent. De, de, de sfeer is. je mag blij zijn dat je hier bent. Ja. Iedereen wil die baan. en jij hebt hem. Dus, je mag, dus niet ziek ook. Mm. En. toen ik zag dat ik in loondienst was. Nou, wat het logisch is, want ik werkte er al zes jaar. Toen kreeg ik het advies: van uh, je moet gewoon. Uh, want dat, als je je ziek meldt, bijvoorbeeld in loondienst. dan kan je zo twee jaar ergens blijven uithangen. Dat soort dingen. Maar voor mij, kijk, mijn vader leefde nog. en voor mij is het belangrijk dat iets leuk is ook. Dat klinkt super oppervlakkig, maar als je er goed over nadenkt, it's very, is het heel diepgaand. Ik dacht, ik wil gewoon weg. Ik wil gewoon weg. Dus ik heb uh, toen gesprekken gehad. Ik heb toen uh, uh, een beetje geld meegekregen, want ik heb mijn contract laten openbreken. Ik werkte ook als journalist. Dus ik dacht, ik kom wel rond gewoon. Ik, had nog geen, ik wilde iets met business doen. Ik had nog geen plan. Ik had, ik had alleen maar een gevoel. Nee, nee. Ik wilde iets moois maken. Um, dus ik vond mezelf super stoer. Mijn vader had gezegd, ga ervoor. Maar de minute dat ik echt los kwam, <laughs> dat ik dacht, ik heb gewoon geen inkomen. Toen en, sloeg er toch een soort paniek toe. En um, ik ging toen, dat was ook zo leuk. Ik, uh, ik wilde heel graag een talkshow maken. En die ging ik toen online maken. En jullie hebben ook ooit een platform begonnen, dus je weet hoe dat ging. Uh, en dan keken er honderd mensen naar die video. Mm -hmm. Dus ik kwam van een programma, daar keken 600.000 mensen naar. <laughs> en toen ging ik zeg maar zelf mijn ding doen. En toen keken er honderd mensen en ik had toen nog heel veel bewijsdrang. Ik wilde laten zien. En mijn oude collega's zeiden: wat de fuck is dit? 2013. Hè? Dus video is ook nog niet eens een soort enorm nee, ding of zo. YouTube is een soort kinderspeeltijd. jaar. Oud collega's zeggen: wat de fuck is dit met je 100 views? Wat de fuck is dit nu weer? Ik zo, ik weet het eigenlijk ook niet. <laughs> oh. Maar uit die 100 views van die eerste video's. Daar kwamen mijn eerste klanten vandaan. Simone Levy, die zei, uh, wat een toffe video's. Kan je mij leren hoe je, je video's moet maken die er zo mooi uitzien? Ik zei, ja hoor, dat is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Zij was eigenlijk officieel de eerste klant in wat later Video Business School zou worden. Dus dat is nu een opleiding, een jaaropleiding. Daar zitten meer dan duizend ondernemers in. Daar heb ik miljoenen in omgezet. Simone Levy, die zei uit die video, tof man. Kan je me helpen? Videoformatje maken. Ik zo, ja hoor. Vanuit haar hulp ben ik dat. Ben ik een online programma gemaakt? Zo begon het. Zijn er mensen ingekomen. Dus ik ging. En dat. Ik, ik was niet zo'n soort ondernemer die al jaren in het lab aan een soort. aan een soort businessplan had gewerkt. <laughs> ik was gewoon zo. zo en ik was wel een doener ook. Maar in het begin. Ik wist niks van ondernemen. Ik heb alles. Ik heb ik, coaches ingeschakeld. Hulp. Daar staat hulpstuk weer. Ik ben ook niet zo. Ik ben ook veel. Ik denk dat ik soms ook praktischer ben dan mensen me uh, toedichten. Ik dacht, ik ga niet vier jaar lang het wiel proberen me eentje uit te vinden. Ik ga gewoon. Er zijn mensen die al een bedrijf hebben opgebouwd. Ik ga gewoon leren. Ik ga gewoon leren. Nog voordat ik omzet had gemaakt, 2000 euro dollar geïnvesteerd leren. Hmm. Hoe moet dit? Hoe moet dit? Net als dat je ook niet van een piloot zegt. Een piloot zegt ook niet: Nou, ik ben gewoon heel gepassioneerd over vliegtuigen. Ik heb gewoon hele goede intuïtie. Laten we opstijgen, kijken hoe ja, het Ik volg gewoon <laughs> altijd mijn hart. Daarom vind ik dat ik niet precies hoef te leren hoe het vliegtuig werkt. We gaan gewoon opstijgen en we zien het wel. Mm -hmm. Nee, als je dat hoort, zeg je vriend. Top. Ik hoef niet bij jou aan het vliegtuig. Mm -hmm. maar ondernemers komen ja, nou ja, ik volg gewoon YouTube-video's, ik kijk gewoon op Instagram, ik volg mijn intuïtie en dan verwacht ik dat ik een soort mega-bedrijf bouw waar klanten tevreden zijn, waar ik heel veel geld verdien en waar ik dan ook nog lekker mijn weekenden. Nee, zo werkt het niet. Je moet ook het vak leren van ondernemerschap. Dus in het begin wist ik heel veel niet en daar had ik paniek over. Vanaf het moment dat ik hulp ging inschakelen en toen mijn eerste klanten kwamen. Toen, uh, toen, nu weet ik ook nog steeds heel veel niet. Want hoe verder je in business komt, hoe meer je ontdekt wat je niet weet. Mm -hmm. Jezus, wat een grote berg van dingen die je niet weet. Maar ik ken mezelf. Ik weet precies wat ik moet doen als ik iets niet weet. Gewoon hulp zoeken. Zijn er dingen nog die je gedaan wil hebben in business? We hebben het daar wel eens ja, over. Ik wil nog een bedrijf oh. verkocht hebben. Ik wil nog investeringen ja. opgehaald hebben. Gewoon oh, ja. dingen waarvan je denkt, dat lijkt me vet om een keer gedaan ja, te hebben. Ja, zoveel. Heel loos, weet ik voor wanneer of voor welk bedrijf. Maar dat lijkt me vet. Je daar voorbeelden van het schijnt uh, ik ik wil um, ik heb uh, vorig jaar anderhalf miljoen euro omzet gedraaid het jaar daarvoor een miljoen en het jaar daarvoor uh, um, ook ik ik wil wel uh, een 10 miljoen euro draa jaar draaien in Nederland dat lijkt me heel leuk dat is massive dat lijkt me vet ik denk dat het kan um, in wat je nu doet ja ja zijn er zoveel mensen ja, joh. ja ja, joh. ja, joh. Hm. ja zeker okay. zeker um, het schijnt, omdat het verschrikkelijk is, zou ik het wel eens willen meemaken. Het schijnt dat het heel heftig is om een bedrijf te verkopen. Ja, ik dat weet ik weet niet. ik ook wel vaak. Ja, ja nou, meestal. Ja? ja? Maar ook verkocht. het proces daar zelf, toch? Ja, het is zelf zo heavy, hoor. Ja. Heel, 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 Twee vrienden van mij. en shit. Ja, dat De mensen waarmee je werkt moet je gaan uitleggen dat jij die shit waar ze allemaal in werkten met passie, ja. dat je dat nu ineens gaat ja. verkopen. Zo, dan komt veel ik, nou, ja. Meestal is het pas op het moment dat het verkocht wordt, dan dan moet je het slechte nieuws gaan brengen. Dan moet je zelf afstand gaan nemen. Heb je zelf niet meer de leiding? Ik krijg je ja. een identiteitscrisis. Ja, heb je ik, ja ik, wil, doen? ik heb dus wel een keer. Een ik weet niet welk bedrijf. Ik, wil, ik heb wel zin in een identiteitscrisis met 20 miljoen op mijn bank. Ja. Dus als iemand me daaraan wil helpen. <laughs> nee, <laughs> ik, ik weet niet welk bedrijf ook. Dus misschien dit is denk ik verder in de toekomst. Maar ik zou ja. wel een keer dat proces door willen gaan, mm -hmm. van een bedrijf verkopen. Wat je, ik ben benieuwd wat je daar leert. Mm -hmm. ja. En ik denk dat het veel pijn doet, maar ik ben ook benieuwd wat je daar leert. Ja. Um, en je geeft nu aan, uh, je hebt al drie jaar op een rij meer dan een miljoen euro aan omzet ja. gedraaid. Wat moet er dan uh, voor jou persoonlijk veranderen, qua karakter, ja. om dan straks naar het team ja. te gaan? Oké, okay, I love this. Dit is dus een fantastische vraag. Deze vragen krijg je dus nou bijna nooit in een podcast. Super. Want dit is de vraag waarmee ik het afgelopen jaar in mijn hoofd heb gelopen. Dat leerde ik ook aan mijn video business schoolers en in het Summit gaan we er ook aandacht aan besteden dat je het is heel goed om een hele tijd met een vraag te lopen. zonder jezelf te dwingen het antwoord te krijgen. Dus dat je elke dag bezig bent met een vraag. Dus ik ben toevallig. En een van de dingen. en dat is heel tegenstrijdig. want dat zou je, denk ik, niet snel in een businessboek lezen. Voor mij. Um, ik was in een fase beland in mijn ondernemerschap. dat ik heel veel had gedelegeerd. in mijn bedrijf. En dat is goed. Dat zegt iedereen ook. Je moet delegeren, je moet delegeren, je moet delegeren. Maar door een aantal. Foute keuzes die ik heb gemaakt vorig jaar, en daarmee bedoel ik uh, mensen aangenomen en op verkeerde posities gezet, dat is heel kostbaar voor mijn bedrijf. Ja. Um, ben ik weer helemaal teruggegaan in mijn bedrijf? Hmm. Um, ik heb gezorgd dat ik het niet drukker krijg, omdat ik heel nog scherper ben gaan zitten op mijn agenda en mijn handleiding. Maar ik zit als het ware nu, ja, hoe even de juiste woorden. Ik zit als het ware in dat bedrijf, wat nu tien jaar bestaat. Ik sta weer helemaal in de loopgraven. Ja, ja. Daar ben ik heel lang niet geweest. Mm. Nu zie ik alles wat goed gaat, maar ik zie ook een triljard dingen die beter kunnen. En ik heb het gevoel dat wat ik nu allemaal zie, dat, en als ik daar nu adequaat mee omga, dat gaat de grote groei kan het creëren. Ik zie echt dingen in mijn eigen bedrijf, dat ik denk, weet je dat nou? Sorry. Ja, tuurlijk, want ja. Weet je, tien jaar. Dat, ja. Je stond op een wolkenkrabber en nu moeten we even naar beneden ja, maar, om te ja. zien hoe de mensen eruit ja. zien. En wat ik zo tof vind, en dat had ik niet verwacht, is ik heb het er echt mee naar mijn zin. Ja. Dus het is ontstaan uit een soort crisis. Ik had, verkeerde mensen op, of ik had mensen op voor hen verkeerde posities geplaatst. Ging van alles mis. Ik dacht, oh my god, ik ging er weer in. En nu ontdek ik, ik ben er echt een goede... Ik dacht altijd, ik ben Napoleon, maar nee man, ik ben een goede vloersoldaat man, vet. <laughs> <laughs> ik wil niet achter op het paard zeggen van. Uh... Nee, maar Napoleon was ook gewoon een Ja, mee. Napoleon Hij was ook een camera met een speertje, -tili -tili -tili. Ja. Ja. ja, ja, ja. man, ik ben gewoon de, nee. de, de, de voorhoede. Het is tof. Ja. Schild je koppen. <laughs> Ja, ja, dat is relatief heel gek. Dat is gek, bro. Dat is de, de meest radicale manier van oorlog voeren ever gehad. Oh, jij gaat op een paard, wij gaan op een paard. Ja. 100 Honderd 100 dieren, we gaan ja. gewoon rennen. Ja, naar ja We elkaar. gaan gewoon rennen en tegen elkaar aan. Gek. En je wordt onthoofd en weet ik veel is wat er die, allemaal gebeurt. Het is niet eens tactiek of niks. Nee. Het is gewoon ja, waarschijnlijk zit er straks een speer hier ja. of niet. Ja. En dan is mijn paard wordt ja. gebotst en dan ben ja. ik op de grond. En ja. dan word ik doe het en I choose this. Ik kies dit. Ik vind het echt hard. Radicaal, hè? Super radicaal, Ja. dat vind ook wel een mainstream media. Dat is ook gewoon. Minder radicaal, maar radicaal voor ons. Ik heb je hem gevoed dat we andere radicale <laughs> ja, dingen gaan doen. Ja, 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 ja. ik had er weer uh, ja. afgesloten zeg maar, dat hoofdstuk. Van, uh, nu, van is het open, en nu is het weer open en is weer open. Mooi. Wat leuk, dit. Ik vind het leuk om jullie daarmee te helpen. Ja, als dat uh, zo gaat ontstaan. Hoe uh, zouden dat wij dan zonder. ook uh, ons best kunnen voorbereiden op uh, zo'n summit? Oh, dat is ook een fantastische vraag. Voor iedereen die mee gaat doen en ook voor jullie, ik, de uitnodiging is, kom met je stap binnen. Met je onverdunde droom. Dus als je zin hebt om een miljoen euro te draaien. Mm -hmm. En nou ja, hoeveel uur in de week wil je werken? Hoe? Dat vind ik een hele moeilijke vraag. Dat weet ik niet. Nee. En ik denk dat je het niet weet omdat je ook... Want dat geldt voor de meeste mensen. Ik denk dat je zo... Het is een aanname, hè? Van waar ja. was ik het. Je zit zo in de identiteit, daar gaat dit over. Dat... Dat je alles moet geven om het een succes te maken. Ja. Misschien wel je relatie. Zeker je gezondheid. <laughs> absoluut je nachtrust. En, en, en zeker je, je, je ontspanning. Mm -hmm. Dat wanneer je het maakt. Want dat gaat lukken bij deze podcast. Want het is een fantastisch dat, dat dat ook het pad is. En dan zeg je: zie je wel. Je moet alles geven om. Maar de reden dat het zo ontstaat. is omdat dat het enige, de enige deur is die je open hebt gegooid. Ja. En de uitnodiging voor het summit is, en dat kan, er zijn single moms die mee gaan doen en die zeggen, ik wil van mijn hobby, de Spaanse taal, een business maken waar ik 3000 euro per maand verdien. Want ik wil uh, met mijn kind, ik wil dat mijn kind elke middag thuis komt eten. Dat is een grootste droom. Of het is, ik wil de podcast naar een miljoen euro omzet. En uh, ik wil uh, elk jaar kickbox training nou, doen. El elke ochtend kunnen doen. Elke ochtend kickboxen en ik wil drie maanden met mijn vriendin elk jaar uh, uh, door door land heen reizen. Ja. Maakt niet uit wat het is, het kan allemaal. Hm. Kom met die droom. En in het summit gaan we het eerste stukje van die droom tackelen. En dat heeft dus te maken met wat zeg je ja. over je werk, tegen jezelf, maar ook tegen anderen. Mm -hmm. en daar ja. zit al zo een, daar ga je al zoveel laaghangend fruit pakken, ja. zoveel interessante ja. winst halen. Dit is wat ik probeerde te zeggen voor de podcast ook dat ik dat, of, heel soms goed, heb ik het gevoel van dat ik, dat ik in een modus, dat ik niet niet hard kan werken. Ja, omdat het je identiteit is. Ja, omdat ik altijd het gevoel ja. omdat ik gewoon onrustig word, als ik niet het gevoel heb dat ja. ik hard aan het knallen ja. ben, terwijl dat misschien niet altijd goed is voor de business, maar dat voelt gewoon zo of zo. En als ja. ik dat niet doe, dan word ik heel onrustig. Ja. Dus dan... maar het is gewoon omdat het ongetraind is. Voordat ik moeder werd, zat ik ook in die identiteit. En bij ja. mij zat er nog een hele en het zat heel diep. Het, het was immigrantenopvoeding. Aan ons wordt geleerd, als je ouders uit een ander land komen en zeker als je ook nog een andere kleur hebt, er wordt geleerd. wij moeten twee keer zo hard werken. Er wordt mm -hmm. ook geleerd aan ons, wij zijn niet echt welkom hier. Dus we moeten bewijzen dat we hier mogen zijn. En dat wordt je met de beste intenties geleerd. En ik denk dat het ook zo is geweest. Maar nu, als het van generatie op generatie gaat, dat verhaal, is het nu nog zo. Ik leer het mijn dochter niet. Ik leer mijn dochter niet dat ze twee keer zo hard hoeft te werken. Ik heb gewoon besloten, ik weet niet of het waar is, dat dat verhaal gewoon stopt bij mij. Maar kwam, daar kwam ik uit. En ik was weggegaan bij de tv. En allemaal collega's hadden gezegd, wat is dit voor shit move? Dus ik was ook aan het bewijzen aan mijn oude wereld. Dat ik geen loser was. Dus ik zat tot aan mijn nek in mijn bewijsdrang. Snap je? Ja. Relatie verpest. Verloving verknald. Maar ik zat in het verhaal van. Uh, dat is de prijs die je betaalt. Ja. Ja. En toen kwam mijn kind. En toen was dat gewoon mijn wake-up call. Die prijs kon je niet die betalen. Die prijs ga ik niet betalen. Dus ga ik nu stoppen? Of ga ik anders kijken. Ja, mm -hmm. En toen kwam er een identiteitswitch. En toen ging ik op zoek, zijn er voorbeelden? En ik ging coaching. Ik ging in Amerika coachen. Voor 30.000 dollar. Dat was toen, dat is veel geld, maar dat was toen echt heel veel geld. Ik liet mijn baby achter. Mijn, mijn kind was nog klein. Ik word ook helemaal emotioneel schijn. Ja. Dus ik laat mijn kind achter. Ik ga het geld betalen waarmee ik in een ander deel van de wereld gewoon een huis kan kopen. Ja. <laughs> en um, ik ga naar Amerika, naar James Wedmore. En ik kom daar en ik, ik ben ook de enige single mom en ik ben ook de enige zwarte vrouw. Ik voel me zo'n wandelend cliché, daar ben je. En James ontmoet mij helemaal niet in mijn verhaal. Hij zegt: Ik, ik ga het niet met jou hebben over dat je vrouw bent, of dat je zwarte vrouw bent, of dat je een single mom bent. En ik voel me in het begin niet gerespecteerd, want ik zit zo diep in mijn identiteit, hij ziet mij niet. Hij zei, ik zie je wel. En dat is voor mij niet belangrijk. Ik helemaal mijn verhaal. This white guy, la la la. Grootste geloof van mijn leven, hè? Ja. Want hij ontmoet mij niet in mijn, in mijn identiteit. Hij ontmoet mij gewoon. En ik heb twee jaar lang bij hem gecoacht en ik kom met allerlei wilde ideeën. Ik ga dit doen. Ik ga dit doen met mijn bedrijf. Ik ga dit doen. En het enige wat hij vraagt, de hele, het hele jaar lang, is. Uh, en je dochter? Als je dit nu als nieuw idee bedenkt. Heb je dan tijd voor je dochter? En ik voel me de he het hele jaar geremd in mijn creativiteit. Want ik zit in die identiteit van. I make it happen. Hassel ik ik hassel. En hij drukt me gewoon de hele tijd. Echt liefdevol. Mm. En nou, ik leer ook heel veel over business. Maar hij drukt me gewoon terug op. Nee. Nee. Op een gegeven moment zegt hij tegen mij. Ik zeg tegen hem. Ja, maar ik ben een vechter. Dat is mijn verhaal tot dan toe. Hij zegt. rijden. als je in die identiteit van een vechter blijft. Ga je altijd een moeten oorlog vechten. moeten opzoeken? Hoe ziet een leven en een business eruit waar er geen oorlog is? Ik moet echt huilen als ik aan denk. Ik heb geen idee, Jaro. Ik heb geen idee hoe een leven eruit ziet. waar je niet tegen van alles aan het vechten bent. Mm -hmm. Waar je niet constant over je grenzen aan het gaan bent. Ik, zei, ik zeg, ik ben blanco. Ik heb geen idee. Hij zegt zo prima. Dan kunnen we nu eindelijk beginnen. acht maanden die fucking coaching in. Dan kunnen we nu eindelijk beginnen met het werk dit is wel sterk. Helemaal opnieuw opgebouwd. Ja. Dat hoor je toch soms in het leger? Dat zie je afbreken en helemaal opnieuw Af, opbouwen. Ja, het al afbreken en dan opbouwen. Dat. Helemaal opnieuw. Alles wat ik dacht dat ik was, of dat belangrijk was, of dat mij mij maakte. Ja. ja. En toen bleek het dat ik gewoon iemand ben die heel veel enthousiasme heeft. Dat ik fantastisch ben in plezier maken. Ja. Dat ik er eigenlijk prima tegen kan als mensen mij niet respecteren. Hoe gives a shit? <laughs> ja, hoe gives a shit? En dat ik eigenlijk niks te bewijzen heb. Toen begon mijn leven eigenlijk pas. En mijn business. Mm -hmm. Dus ik snap als je zegt, ik weet niet, ik weet niet eens hoe dat eruit moet zien. Mm -hmm. Want daar ja. is nul van je bandbreedte is na naar die vraag gegaan. Klopt. Maar doe maar toch een beetje oefenen ja. tijdens het summit. Cool. Vraag je vriendin maar, die weet het wel. Dat die weten wel uh, hoe jullie droomleven eruit moet zien. Dat geloof ik. Ja. ja. Heel krachtig je nu. Uh. Voor ik dat is de een voorbereiding een voor een spannende summit. Ja, ja. Maar zo, dat is de voorbereiding voor de summit. Ja, leuk. Ik ga al helemaal aan op dit verhaal ook. Ik merk best wel veel overeenkomsten voor jou, ook voor mij. Mm. Wat jij zegt over vechten. Mm -hmm. ja, ik zegt altijd ja, je moet gewoon strijden, je moet gewoon doorgaan, weet ja. je wel? Ja. Uh, tot aan vervelend toe, weet mm. je wel? Maar dat is ook wel weer iets. Oké, okay. kan een pluspunt zijn, in het begin. Ja. Maar brengt je ook. Waarom moet, ja. Waarom moet je ja. altijd vechten? Waarom ja. moet je altijd strijden? Ja. Moet je altijd ergens instrijden? Ja. Is dat altijd nodig? Ja. James zei altijd tegen mij, we zijn ook nu vrienden en, um, en ik, ik leer nog steeds van hem. James zei altijd, um, in, de, in het Engels dan, want Amerikaan, what got you here won't get you there. Dus iets wat jou tot, en dat is het moeilijkste, iets wat tot nu toe je succes heeft verzekerd. Op, ja. Als je groter wil. Moet je dat loslaten? Ja, ja. zeker. Maar dat als je is moeilijk. Je onderneming, dat ja. is echt, uh... Want wanneer is dat dan? En wat ja. dan? En wie ben je dan zonder die identiteit? Ja, klopt. Ja, dat is lastig. Leuk, hè? Ja. Daar gaan we mee spelen tijdens het summit. En we gaan het heel praktisch maken. Leuk. Met je cool. woorden. Hey, cool. ik heb een uh, een laatste vraag die een hele andere kant op gaat, maar waar ik toch benieuwd naar ben. Oké. Okay. Je gaf net al aan. Het hè? gaat over de liefde, ik jij voel je... het gewoon. Nee, totaal oh. nee, oh. niet. <laughs> nou ja, in een soort van verknipte manier misschien, maar niet op een manier die, uh, <laughs> dat bedoel ik niet. Um, jij hebt natuurlijk veel in tv gedaan, je zei al van ja iedereen moet gewoon tevreden, wees blij dat je überhaupt een kans krijgt. Want er zijn heel veel mensen die dit willen en uh, ja, jij bent hier nu, dus eigenlijk bek dicht en uh, gas geven. Ja, ja dat was uh, de sfeer, ja. Ja. Nou, je hebt natuurlijk de afgelopen jaren heel veel gehoord over tv-programma's waar dingen ja, uh, ja. verknipt verliepen. Ja, ja, ja. Uh, geforceerde liefde, om het zo maar even te noemen. Zeg maar. Ja, dat grensoverschrijden. dat was toen ja. ook al zo, joh. Mega. ja. Kan je Zeg maar, want dan ben ik heel benieuwd. Van buitenaf denk je dan van, was het echt zo erg? Nee. Of wordt het aangedikt? Of kan je je voorstellen ik dat zit... dingen als bij de Voice of whatever, dat je zegt van ja, dat ligt volledig binnen ik het, zit het verwachtingspatroon. Echt niet? Mensen ben je ook zo gechoqueerd? Ik zou helst the know dat ik gechoqueerd ben. Natuurlijk ja. ben ik niet gechoqueerd, nee. Nee, ik ben niet gechoqueerd. Nee. Nee, nee, joh, niet? Nee, totaal niet. Maar gewoon ge, uh, gechoqueerd omdat je Ik ben niet verbaasd. Nee, ik ben niet verbaasd. Ik ben niet Het is wel ja. erg, maar het ligt wel binnen de lijn van verwachting met wat jij aan ervaringen wellicht het hebt. Het was de cultuur. Had. Kijk, in hoe die ik geef tot, ja. je één voorbeeld. Dat is niet seksueel grensoverschrijdend, maar het is wel grensoverschrijdend. En ook de context. Ik heb een fantastische tijd gehad bij BNM. Ik heb. Ongelooflijk veel kunnen leren. En ik heb een hele fijne club daar gehad. Ik had drie leidinggevenden. Twee fantastisch. Eén dramatisch, is mijn mening. Die leidinggevende die zei tegen mij: ik moest op een dag op kantoor komen. En hij zei. Uh... En hij had mij niet aangenomen. Dus hij was leidinggevende, maar die andere twee hadden mij aangenomen. Hij zei. Uh... Ik weet niet of je het door, hebt, maar jij bent een probleem voor mij. Nou, een fantastische opener. Hartstikke wel zin in het gesprek. Nee. Nu toch? Ja. Ja, nu, ik bedoel, ik sta helemaal open, mijn hart is open. Ik ben ook helemaal niet guarded nu. Nee. Hij zegt, uh, um, het probleem met jou is, je bent gewoon eigenlijk niet zoveel. Hij zegt, je bent een vrouw, maar je bent niet echt aantrekkelijk. Je bent uh, niet heel grappig. Je bent ook niet zo slim. Uh, je bent heel donker gekleurd, zegt hij. Maar je bent niet echt een standaard Surinamer. Het zou zoveel leuker zijn. als je um, een soort Tante S. was. Weet jullie dat karakter van. Uh, oh, uh, tante van van, 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 van Jurgen Rijman. Of Jurgen ja, ja, Reimann. Die, ja. die Surinaamse tante. Ja, die ken ik wel. Die heb mijn vader vak. Vond die helemaal grappig. Ja. Vond die echt Het zou leuker zijn. als je zo iemand was. Ja. Met andere woorden, je hebt gewoon niet echt iets. waar mensen zich mee kunnen verbinden. Oké, okay. ik ben nu 41 en ik zit superlekker in mijn vel. Maar ik was toen 25 en ik dacht: wat echt een tsunami aan, ik weet niet. Ik zou. Ik zo, Oké. Okay. Um, ik zeg: sorry dat jij in een omgeving bent opgegroeid. Waar geen donkere mensen waren die gewoon. Uh, accentloos Nederlands praten, sorry daarvoor. <laughs> en dat je denkt dat. Wij voor de rest dan niet bestaan, sorry. Uh, en ook, wat moet ik hier zeg maar mee? Ja, nou ja. <laughs> ik bedoel, je hebt opbouwend kritiek en je hebt uh, vernietiging. Vernietiging en. en Def-combat. Ja, ja, precies. Je hebt Mortal Kombat, of weet ik wel ja. hoe. Die. En um, hij zei, ja, nou ja, 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 je moet gewoon, je bent niet mijn keuze en uh, ja, je moet het gewoon beter doen. Nee. Wat zei je? Niks. Ik, okay. ik, 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 ik liep daaruit. Ik ging op, op het toilet mijn vader huilend bellen. Ja. En mijn vader zei: Wat een kut tent is het daar. Ja. <laughs> en ik vertel dit even, dus dit soort dingen konden gewoon. Dit was helemaal niet een topic. Nee. Dit kon niemand gewoon tegen je zeggen. Um, dus dat is één voorbeeld. En nou, dus was het Media Park Hilversum echt? Of was het? Waar, dit, was, waar, dit was bij BNN. Dit was, maar BNN ja. zit er bij Mediapark Hilversum of ergens Nou, anders? wel in Hilversum. We zaten niet op het Mediapark toen, nu wel. Ja. Um, maar en wat, wat dit voorbeeld aantoont is dat als de consensus is... Uh, de, die mannen, die gasten mogen alles zeggen. Je moet maar slikken. Je moet blij zijn dat je hier werkt. Zin niet te zeiken. Ja, in die ja, sfeer gebeurt er natuurlijk veel wat je... wat. Waarvan we nu zeggen. De kan. Ja, wat nee, niet de kan, niet als dit de ik, toon is. Maar dan ben ik heel benieuwd, want dat is waar ik ook met deze vraag naartoe wou, wat ik dan niet snap. <coughs> Achter veel van die programma's, The Voice zit John de Mol. Fucking slimme gast. Ga ik vanuit. Ik heb mm -hmm. nooit gesproken, maar mm -hmm. je, je, je gaat niet per ongeluk naar zo'n vermogen toe. <laughs> dit is toch nou ja, de, de snelste manier om, om kwaliteit en, en langdurigheid en dat soort dingen te ondermijnen. Dus hoe kan een goed ondernemer zijn bedrijf zo laten vergiftigen. Dat vind ik raar. Oké, okay. kijk, supergoeie vraag. Van, ik weet het niet. Van, van nee. John, ik weet het niet. Dat weet ik natuurlijk niet. Maar je moet niet onderschatten. Kijk, het gaat over, het gaat over omgeving. De tv-wereld in die tijd is een omgeving met eigen regels. Of ge, sommige, het is net als dat. Kijk, ik, ik ben opgegroeid in wat mensen noemen een achterstandsbuurt. Ik hou niet van dat woord te zeggen, omdat ik vind geen prettig woord, maar het is zo. Als je in een achterstandsbuurt opgroeit. weet je niet dat je arm bent. Want iedereen. Snap je wat ik bedoel? Ja. Mm -hmm. Pas als je uit een bepaalde context stapt. kan je met terugwerkende kracht zien. Hmm. Net als dat als je in een rijke buurt opgroeit. kan ik me voorstellen. dat je niet weet dat je rijk bent, ja. want een omgeving. De homogeniteit van een omgeving die bepaalt de sfeer. Dus weet je, om nog. Bijvoorbeeld, in de buurt waar ik woonde, had je soms dat veertien mensen in een superklein huis woonden. Een hele familie van veertien man. In een superklein huis. Dat was daar gewoon zo. Um, toen ik elf was, wist ik al hoe je, en dan moest je daarvan wegblijven, een loverboy moest spotten en hoe je daarvan wegbleef. Ik wist hoe je dat, die deden op een bepaalde manier. En als er dan meisjes van buiten de buurt kwamen en die vielen daarvoor, dacht ik, wat een domme wijven, dacht ik op mijn elfde. Ja. Ja. Je ziet dat toch? Je ziet ja. toch dat deze gast geen... Maar als je niet in zo'n buurt, mijn dochter is zes, die woont in een fantastisch leuke buurt in Amsterdam, in een koophuis met mij. Ik weet zeker dat mijn dochter op haar twaalfde niet kan spotten. Wat een lol. Wat een Nee, het nee. is anders opgegroeid. Omdat ze in een andere omgeving ja. opgroeit. De tv-wereld, kijk, nu halen we steeds dingen daaruit. Dit was slecht en dit was slecht, en dat is ook zo. Maar die, de hele omgeving van die branche had rare, ja, ja. ongeschreven spelregels. En ik denk dat het vroeger en, toch ook anders was. Het was en, gewoon... en er is iets veranderd in de tijdsgeest. Yeah. Vroeger inderdaad. Ook in de modewereld, toch? Was het, ja. Tenminste, daar volgens mij verandert het nu ook ja, steeds we, meer. Ja. Maar is er ook heel veel ja. gebeurd en worden heel, zijn heel veel mensen naar beneden ja. gehaald. En ja. Uh, ja. Waren de meeste mensen, het leverde ook hun gezondheid, om het even op een respectvolle manier te zeggen, in om maar gewoon uh, representatief te zijn volgens bepaalde mensen. Ja, kijk, de. Soms komen we er collectief met terugwerkende kracht achter dat bepaalde dingen niet kunnen. Ja. Maar eerst is het dus heel lang gedoogd geweest. En dat vind ik soms ook het lastige van cancelcultuur. Ik ben super blij dat die dingen aan het woord komen. Maar wat ik lastig vind aan cancelcultuur is, we stonden er ook allemaal bij. Ja. Als je echt eerlijk bent. Ik weet dat ik heel vroeger in een interview heb gezegd. Toen werkte ik net bij de tv. Mm -hmm. Toen vroeg een journalist een keer. Toen was ik ook nog minder bedreven, ook in het gegeven van interview. Een journalist vroeg of er racisme op de werkvloer was. En toen heb ik geantwoord: jaren geleden, echt jaren geleden. Zij, tuurlijk worden er Suriname-grappen gemaakt bij de waterkoeler. Moet je tegen kunnen. Dat heb ik jaren geleden gezegd. Ja. Ja. Omdat dat was ook de sfeer. Ja, dat was een... ja, niet zeiken. Kunnen, zeg maar. ja. Terwijl als mijn dochter morgen thuis komt en die is ineens 14 en die komt morgen thuis en die zegt: hé, hey, man, ik werk bij een bedrijf en ze maken Suriname-grappen bij de waterkoeler. Dan zeg ik, nou, ik kom morgen wel even mee en dan gaan we het erover hebben. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus het, het is niet een bedrijf, het is niet een persoon, het is een, het is een, een heel ecosysteem in zo'n branche. Ja. En we zien het overal, we zien het in de mode, we zien het in over alle werelden waar veel geld in omgaat en prestige zijn heel lang heel nare dingen gewoon gedoogd geweest. Ja. Hebben we allemaal de andere kant op gekeken en nu dan. Is er moment in de tijd, de tijdsgeest veranderd? We zijn ineens wakker. Oh shit, mm -hmm. dit mag niet. En nu spreken we ons over uit. En dat is prima. Ja. Maar slaan het is we misschien soms iets te ver door de andere kant op? Nou, ik, zou, ik, zou, willen, ik zou willen dat. Uh, ik, ik hou ook altijd. En dit is lastig, ik moet goed verwoorden. Er bestaat zoiets als: dit is een dader en dit is een slachtoffer. Mm -hmm. Dat is een heel wezenlijk iets. Maar het is. Buiten die dynamiek om. En dat is, is het ook goed om te kijken. Maar waar was ik toen het gebeurde? Ja, mm -hmm. Als omstander. Je bent ook bij allerlei shit omstander geweest. verantwoordelijkheid ja. speelt altijd een rol. Ook. Tuurlijk. Toen die gast dat tegen mij zei. Toen ben ik dus mijn vader gaan bellen. In het uh, toilet huilend. Ik had ook naar zijn directeur kunnen stappen. Dat heb ik niet gedaan. Ja. Omdat ik ook in het verhaal zat. Zo gaat het hier. Ja. Je zit met z'n allen in een verhaal. Zo gaat dus het, het hier. is begrijpelijk, ja. maar je hebt ook een deel eigen verantwoordelijkheid... die, ondanks dat het begrijpelijk was dat je dat niet doet... Ja, ja ik snap dat van mezelf. Dat ja, maar ik snap dat ja. van mezelf. Want ik dacht niet Juist. dat ik ergens naartoe kon. Ja. En ik heb het ook niet onderzocht of ik ergens naartoe kon. Nee. Nee. En dat is ook waar. Maar dat zie je dat ook wel vaker bij corporate bedrijven. Ja, je kan, omdat een bedrijf ook best wel groot is... meestal de leidinggevende... Bepaalt een gedeelte van de cultuur. En daarop ja, ook weer ja. de persoon naar boven. Dus de persoon helemaal aan de top heel erg tolerant is van, ah, oh, die opmerking kunnen, worden die ook verergerd als je naar onder gaat. Ja. En zo zijn er genoeg voorbeelden dat je op een gegeven moment. Ja. Uh, ik heb ook iemand in familie zitten die ook in een uh, giftige omgeving heeft gezeten en daardoor een burn-out heeft gekregen. Ja, maar je zegt je het ja? goed. Het, zei, het is een giftige omgeving. Mm -hmm. Ik bedoel, jij kan alle selderijstengels cel van de wereld in je, in je juice stoppen, maar als je op een radioactief veld staat, ik weet niet. Dat gaat niet heel veel doen. Het, nee, dus, dus we moeten en naar die juice kijken, die van je selderijstengel, maar, maar ook die omgeving. Ja. En wat ik mooi vind, en daarom vind ik het ondernemerschap zo mooi, daarom vind ik wat wij doen heel belangrijk. Er wordt heel vaak heel, vind ik, lelijk gepraat over ondernemerschap. Ja, vind je dat echt? Ja, in, in, in sommige, op sommige plekken in de media. Ja, zo, ja, ja dat, 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 um, De mensen die vergeten zijn dat het een ondernemer is die voor hun de baan heeft gekregen. Ja, maar ook, maar ook. <laughs> ja, maar ondernemers. Ik heb er gewoon uh, 90% op, maar. Ja, nou ja, goed, ja, <laughs> ja. Kijk, de, zo van, ja. De ondernemers dit en zo en zo. En. Um, maar wat ik tof vind aan ons werk, is uh, we pogen een eigen wereld te bouwen, waar ja. hopelijk andere mensen beter van worden. Jullie doen dat met je luisteraars, ik doe dat met mijn video Business School, mm -hmm. met het summit. Uh, en alleen al de poging, want het is vet moeilijk. Alleen al de poging is, uh, is benoemenswaardig. Dat je een wereld probeert neer te zetten. in plaats van in een wereld te zijn. Waar je wel of niet goed behandeld wordt. Waar mensen wel of niet begrip voor je hebben. Het is ook tof, want dat is waarom ik weg wilde bij de tv. Ik dacht, ik wil iets beters beleven. He? Die vraag van mijn vader: wat wil je beleven? Niet deze fucking shit. Ja, om maar eens wat te zeggen. Ja, ja. Ik wil iets beters beleven. Ja. En nu ging ik laatst, daarna ben ik uitgegaan. Toen ik wegging bij de tv, was ik. Was niet iedereen, maar de consensus was dat ik een soort mislukt pad op zou gaan in 2013. Met je van je 600.000 kijkers naar je 100 views. Nu, twee jaar geleden, ging ik laatst naar een reunie van een programma. Superleuk, superleuk. Want ik heb met heel mijn collega's heel fijn samengewerkt. Ja. Maar ik ging daar naartoe en ik dacht: Goh, ik ben benieuwd. Weet je, wat zijn de cijfers nu? Ja, we gingen een rondje maken. En iedereen ging vertellen wat hij nu deed. En voor de meeste mensen was het zo dat ze op een andere redactie werkten bij een ander programma. Ja. En toen kwamen ze bij mij en ik dacht, en niemand volgt mij van mijn oude wereld. Niemand. Oh. Alleen, alleen, uh, alleen twee leuke prestatoren met wie ik Sorry, nog contact heb. Maar mijn euro's dan kijkers. <laughs> <Nee. Wow. laughs> ze kwamen bij mij en ik dacht, wat, wat gaan ze zeggen? Toch? En toen kwamen ze bij mij en zeiden ze, ja, en uh, is leuk. En uh, Schreider is een soort businessfenomeen geworden op het internet. Echt goed gedaan. Toen zei ik zei, oh, dank je. Superleuk. Um, en ik vond dat ook echt tof. En ik moest ook denken aan die lachende collega's. Elf jaar geleden. Die zeiden: Moet je jou zien, loser met je honderd, met je honderd views. Ik dacht: Dit is het pad van de ondernemer. Wij geloven er als eerst in. Ja. Als iedereen nog vindt dat het een slecht idee is. En waarom heb je je baan op ons? Oh, gaan jullie een podcast doen in een land waar al heel veel mensen. En wij gaan door. Mm -hmm. En we bouwen. En we, we we, en het zijn slapeloze nachten. En dan, wanneer het een bewezen succes is, zegt iedereen: hey, ik had het altijd al gezien, hè? Ja. <laughs> Goed gedaan, hè? Ja. En dat is het pad. En dat is ook oké. Okay. Het zou ook niet anders moeten zijn. Mm -hmm. Het hoort erbij. Ja, het hoort erbij. Maar dat is waarom het tof is. De, de keuze om ja, te, te ondernemen, ondernemen. is, een is, is, is in, ja. in het DNA, in zijn essentie, al een radicale keuze. Ja, in, ja precies. In, in het DNA ben je gewoon tegenstrijdig. Je gaat iets anders doen wat de meeste ja, mensen niet ja, gaan doen. Ja. Ik zeg in video business school zeggen we: je bent, uh, je bent een soort alien ook als je gaat ondernemen. En het is goed om je met andere aliens om te omringen. Want uh, je kan van een niet-alien niet verwachten dat hij snapt wat jij als alien aan het doen bent. En daar moet je gewoon daar moet je gewoon vrede mee hebben. Nee, ja, prima. Dank. <laughs> bedankt vond het leuk. Ik vond het ook leuk, man. Een speciale podcast. We ja. hebben het nog nooit zo ingestoken. Nee? Ik weet niet of we überhaupt ja, zoveel één over media hebben gepraat ooit. Nee, vast niet. We hebben nooit echt een goed inkijkje gekregen. Maar nee. nu weten we... Dus dat vinden ja. we hartstikke leuk. Uh, Zie uh, ons dit jaar bij uh, Humberto uh, Tan. Dat zou leuk zijn. Humberto Mathijs. is ook echt een ondernemer. Ja, ik heb ook ja, altijd gezegd dat, is dat een fantastische Humberto man is een is van dat. de weinigen is waarvan ja. ik zou gaan zitten ja. met het gevoel dat hij me niet probeert te naaien. Oké. Okay. Jij gaat en het boven. summit doen. Bo ja, is ook leuk. Ja. Ga, jullie gaan het summit doen. Jullie komen met de intentie miljoenenbedrijf. Jij gaat minder werken, want je moet reizen met je vriendin en zo. Ja. Um, en aan tafel bij Humberto. Jij bent om een vriendin ingeschakeld of zo. Nee, je maar. Zegt en... Tegen die boy, we moeten meer reizen. <laughs> ja? <laughs> Naar ja. mij luistert hij niet. Nou ja, ik trouwens, ze zal het vast niet erg vinden. Nee, toch? Nee. En Humberto. Ja, ja. leuk. Dat, dat, dat is even jullie wishlist. En vanuit die lens kom je het summit meedoen. Interessant. Leuk. Leuk. En voor de en dan, mensen die dus kijken, schrijf je ook even in. Dan je, kun je ook andere mensen zien die erin zitten? Sinds ons ook nog? Ja, kijk, je komt, als je je inschrijft, dan we hebben die sessies, maar we hebben ook een community. Ja. Wat je kan verwachten is: um, ik ga je prikkelen en inspireren. En ik wil je uitnodigen. Kom gewoon spelen. Je hebt niks te verliezen. Het is een gratis summit. Je hebt niets te verliezen. Je hebt alles te beleven. Tuurlijk, je moet je tijd doneren, want je bent bij de sessies aanwezig. Maar er kunnen uh, deuren voor je opengaan. Mm -hmm. Waarvan je nu nog denkt. Kan het voor mij. En je gaat gewoon, want ik ga je echt praktisch ook. Je gaat gewoon ook geld verdienen tijdens de Zummerman. Ja, leuk. Ja. Dat is altijd oh, dat is goed. goed. Ja, toch? Zeg er geen nee tegen. Nee, dus de Call to Action. Uh, link in de beschrijving. Ja. Leuk. Klem, me uh, meld je daaraan aan. En dan uh, zien we de mensen daar wel verschijnen. Jongens. Ja, jullie doen ook mee. Dat vind ik echt top. Ja. ja. Ben benieuwd. Ik ga jullie helpen geld te maken met jullie woorden? Kijk. Hey. <laughs> Mooi. Dankjewel, Zoraida. Jullie ja, ook volgende. Leuk. volgende. Ja, dank volgende. voor het podium. Top. Ciao.